Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom op deze bijzondere aangelegenheid met die meer dan verschrikkelijke aanleiding. De aardbevingen in Turkije en Syrië en ook nog hele zware naschokken. Wij gaan de komende 2,5 uur proberen om het leed wat daaruit is ontstaan een heel klein beetje te verzachten. Zutphen helpt Hatay. En dat doen we op een aantal manieren. We staan stil bij wat er gebeurd is. We praten met een aantal betrokkenen. We gaan kijken wat er tot nu toe allemaal al in Zutphen is ondernomen. En we hebben vanavond een, ik mag wel zeggen, prestigieuze veiling. Er zijn maar liefst 24 waardevolle items van alle kanten ingebracht. En aan u de taak om daar ruimhartig op te bieden. En als je nou één keer in je leven op een hele nuttige manier geld hebt kunnen uitgeven, dan is het vanavond wel. Dus ik zou zeggen, doe dat. Er is ook een online veiling. Die loopt via de website van voetbalclub AZC. En die loopt nog door tot 1 maart. Dus als je daar ook nog wil kijken, dan kan je dat ook gewoon doen. Daar heb je nog ruim de tijd voor. Ik ga even de kijkers thuis, want die zijn er ook. Die zitten daarboven ergens. Hallo kijkers thuis, via de livestream van Berkelstroom TV. Fijn dat jullie er ook zijn. En als je nou thuis zit en je denkt, ja, ik zou ook wel mee willen bieden op de veiling. Nou, misschien ken je iemand in de zaal. En doe dan gewoon een belachelijk hoog bod. En dan heb je gewoon kans dat je het hebt. Dus probeer dat te doen. We zijn vanavond, ik zei het al, begonnen met de beelden van Hatay toen het heel mooi was. En we weten ondertussen hoe de dramatische verschrikkingen daar hebben huis gehouden. En als je dan kijkt, dan zie je dat al dat leed heeft heel veel lijntjes met veel plekken in Nederland. En ook met Zutphen. En daarom zijn wij eigenlijk vanavond hier. Ik denk dat heel veel van jullie al hebben gedoneerd aan de actie van Giro 555. Maar dat was niet genoeg. Iedereen vond dat we hier vanavond bij elkaar moesten zijn. En we vonden ook dat we meer moesten doen. En een van de initiatiefnemers die echt voor gezorgd heeft dat wij hier vanavond bij elkaar zijn, is de voorzitter van de voetbalclub AZC. Graag een groot applaus voor Patrick Govaerts. Patrick, onder mij. Zo, hi Patrick. Wil jij aan deze kant komen? Dan sta je aan mijn lepelhandige kant. Zeker. Hoe kwam je op het idee dat er meer moest gebeuren? Nou, laat ik vooropstellen dat ik niet dezelfde initiatiefnemer ben. Maar dat het initiatief eigenlijk tot stand is gekomen door Onur Keuze zelf. Die de dag nadat de aardbeving plaatsvond, bij de begeleiding van de selectieteams is gekomen en heeft gezegd, ik wil gaan helpen in Turkije, maar wat kunnen wij als vereniging doen? Mm-hmm. En dat is het startschot geweest voor een aantal acties. Ja, snap ik. Ja. Ik hou hem wel vast. Oké, dat is goed. Jij gooit je handen vrij. Dus, ja. Wat dacht je van toen dat verzoek op je afkwam? Had je meteen een beeld van wat je als sportclub zou kunnen doen? Oké, ook daar moet ik een eerlijk antwoord geven. Ik zat in het buitenland op dat moment. Ik heb het allemaal vanaf de zijlijn heb ik het gezien, mm-hmm, en meegekregen. Maar we hebben dusdanig veel goede mensen binnen de vereniging die dat opgepakt hebben. Ja. En, maar er staat hier nog wat. Inzamelingsacties, hoeveel vrachtwagens heb je al? Er zijn op zaterdag tijdens de inzamelingsacties zijn er 4 vrachtwagens vertrokken naar Dordrecht. De dag daarna nog een 5e met levensmiddelen en babykleding en dergelijke. Na 7e. En dat was dan op de zaterdag. Mm-hmm. En op de zondag heeft in de kantine de voorloper van deze avond plaatsgevonden. Ook al een veiling? Dat was de veiling, die was georganiseerd door het eerste team. Ik denk dat die iets rommeliger verlopen is dan vanavond. De avond is nog jong, je weet het niet. Ja, maar we hebben hoge verwachtingen, maar of het zo'n puinhoop wordt, weet ik niet. Dus nee, vast niet. Nee. Mooi. En je hebt dingen met jeugdelftallen gedaan. Nou, de hele club is eigenlijk in actie gekomen. De hele club is in actie gekomen. Heel veel vrijwilligers. Eerste team, tweede team, derde team, dames team. Heel veel vrijwilligers die je hier ziet. Dat is ook goed om even te zeggen. Het zijn allemaal vrijwilligers hier van de voetbalclub. Ja. Dus geef ze even een groot applaus. Ja. Mooi. Kom even zo voor. En wat ik er ook nog wil aanhalen is de steun van de andere Zutphense verenigingen die er allemaal achter zijn gaan staan en ons ook ondersteund hebben. En daarvoor ook echt hartelijk dank. Ja, mooi. Ja.
Dan ben je echt zeg maar fysiek in actie gekomen. Hè? Je wil dingen doen. We willen geld ophalen. Dat is nu voor de eerste nood ook heel belangrijk. Ja. Maar je hebt ook heel veel schade in de club. Gaan jullie nou ook nog iets bedenken voor de geestelijke bijstand? Ik heb je aan het denken gezet, hè? Jazeker. Ja, ga daar eens over nadenken. Want ik denk dat dat over een week of 3, 4, 5 ineens heel erg nodig is. Dus, ja, nou, wat dat betreft... We zijn het jaar niet heel goed begonnen al. Met, eerst al een sterfgeval binnen de vereniging. Ja. En nu dit drama met onze familiekeuze. Mm. Ja, dus ga maar dicht bij elkaar staan en heb het er maar veel over. Ja, daar zijn we dan wel weer goed in, gelukkig. Mooi. Heel groot applaus, dames en heren. Patrick Govaerts, dankjewel. Ja. Mooi. Ja. De naam van de familie Keuze, die Philo, zitten daarboven. Fijn dat jullie er zijn. En ook heel dapper. En familie Keuze is heel erg zwaar getroffen door de aardbeving. Ik weet niet of iedereen het weet. Na het verlies van Yilmaz, vader Gamis en zijn vrouw Leila, is nu ook eigenlijk de hoop vervlogen dat Salatin Keuze nog levend aangetroffen gaat worden. Hij is officieel nog vermist. Maar ja, het is nu al zo lang na de aardbeving dat die kans natuurlijk heel erg klein is. Misschien wel nul. En dat verschrikkelijke drama heeft heel veel impact gehad op de hele voetbalclub, maar eigenlijk ook op de hele gemeenschap hier in Zutphen. En we willen eigenlijk voor jullie en ook een beetje voor ons allemaal een klein eerbetoon brengen aan de familie Keuze. En dat doen we met een aantal mooie beelden van toen alles goed en vredig was. En de muziek daaronder is van Amar, dat is een Turkse zanger die maakt deel uit van de Deventer-formatie Lieve Jongens. En dat was de lievelingsmuziek van Yilmaz. Wat een mooie mensen, hè? En wat een onoplosbaar gemis en heel veel sterkte voor jullie. Ik ga praten met onze kersverse interim burgemeester, moet ik geloof ik officieel zeggen. En het is misschien wel goed rustig intermezzo om even bij onze positief te komen. Dames en heren, een zacht applaus voor Wilma Jäger. Wilma, wil je ook aan die kant? Dan kan ik je goed behengelen. Ja, je voelt hoe heftig het allemaal is. En dan ben je koud aangetreden. En dan gebeurt er zoiets. Wat dacht je?
dit is wel heel snel. Ja. Het zit ook gelijk op je huid. Het zit achter je ogen, dat merk je vanavond ook. Mm-hmm. Kijk, wij zijn in Zutphen. En dat geldt ook trouwens wel voor Deventer. Maar we zijn in dit gebied, laat ik het maar zo zeggen, zo ongelooflijk verbonden met Hatay en eigenlijk het gebied in Turkije. En de confrontatie is dus de familie, waar we vrij snel naartoe zijn gegaan om te kijken wat kunnen we. Ja. Je probeert contact te hebben. Ik ben ontzettend blij dat de consul-generaal hier ook is. Veel contact met hem gehad om te kijken wat kan je doen. Maar je voelt je natuurlijk totaal machteloos. Ja. Maar ook in onze eigen organisatie, in onze gemeentelijke organisatie, 3 mensen die directe familieleden verliezen. Ja. Dat is eigenlijk ook goed om even op te merken. Dat je merkt dat dit een ramp is met zo'n grote omvang. Dat iedereen wel iemand kent die er direct mee te maken heeft. Of je nou in Zutphen bent, ik werk verder in Amsterdam, in Hilversum. Overal zijn mensen die direct lijntjes hebben met echt getroffen mensen. Mensen die er niet meer zijn. Dat is onvoorstelbaar. Ja, en hier in Zutphen denk ik. Nou, ik ben misschien niet helemaal objectief als burgemeester van deze stad. Maar in Zutphen nog meer, zou ik aan zeggen. Kijk, als je op zaterdag, de eerste zaterdag direct na de ramp, bij de inzameling komt. Dan kom je mensen tegen die direct een neef, een nicht, een broer, een zus hebben verloren. Dus het zit zo dicht op ons. Het is een ramp die hier fysiek wel niet heeft plaatsgevonden, maar die ons zo ongelooflijk geraakt heeft. Voelbaar is, hè? Ja. En dat je dat, ja, dat gaat heel dicht op je huid zitten. Ja. En toen ben je naar de familie gegaan, je bent naar al die acties geweest. Je hebt je laten zien dat de betrokkenheid is vanuit de overheid, om het maar zo te noemen. En ook als burger van Zutphen. Weet je dan als gemeente ook wat je meteen kan gaan doen? Kan je nog andere dingen bedenken? Er komen natuurlijk zometeen een heleboel officiële dingen die je allemaal moet doen. Want het zijn echt Zutphenaren. Hè? Ik bedoel, gewoon ingeschreven in onze basisregistratie, zoals dat dan genoemd wordt. Hè? Dus het zijn onze mensen. Dus daar moet je goed over nadenken. Ik denk wel dat het eerste is dat je moet realiseren dat je ongelooflijk machteloos bent. Ja. Een ongelooflijk machteloos gevoel. En dat het enige wat je in eerste instantie kan doen is er zijn daar waar je mogelijkerwijs iets kan bijdragen. Ja. En als dat dus is op de voetbalclub, omdat we inzamelen, dan is dat op de voetbalclub. En als we dus kunnen bijdragen in de organisatie van zo'n avond als deze, dan doen we dat. Ja. Maar het belangrijkste is misschien wel, en dat is ook een oproep aan ons allemaal, een ramp gaat voor mensen soms ook voor het publiek, soms ook best wel weer snel voorbij. Ja. Maar op het moment dat je getroffen bent, duurt dat heel erg lang. We zagen het net aan de watersnoodramp, hè? En 70 jaar geleden. En voor sommige mensen alsof het gisteren was. Dus. En dat betekent, denk ik, dat we met elkaar ook moeten afspreken dat we een lange adem hebben. Een lange adem hebben in steun. Een lange adem hebben in de arm om iemand zijn schouder slaan. Maar ook een lange adem hebben in de hulp en de opbouw, de wederopbouw van dat gebied. Ja. Wat zo bijzonder geconnecteerd is aan Zutphen. Cultureel, hè? Het is een van de oudste culturele gebieden in Turkije. Ja. 300 jaar voor Christus allemaal nog zaken die je daar ziet. Nou, ik zou haast zeggen, in Zutphen vinden wij, ik in ieder geval, dat wij eigenlijk ook de oudste stad zijn van Nederland. Zijn we ook, ja. Dat is die verbintenis. Het is ongelooflijk multicultureel. Als je kijkt naar de verschillende geloven en de wijze waarop men daar met elkaar samenleeft, daar kunnen we echt op een hoop plekken in Nederland nog een voorbeeld aan nemen. Ja. Dat hebben we hier ook in Zutphen, die mildheid naar elkaar toe. Dus er zijn zoveel verbindingen. En dat betekent dat we ons met elkaar moeten afspreken dat we ons langjarig verbinden aan het gebied en aan de mensen die getroffen zijn. Ja, bij deze. Mooi. Mooi gesproken. En ik denk de komende weken ook los van de zijn ook een heel groot luisterend oor hebben. Dat je echt goed hoort wat de noden hier zijn. Hè? Dat we elkaar echt helpen. En dat ga jij nu al, we mogen tutoyeren. Je gaat nu al enorm een bijdrage leveren. Mag ik jou vast verzoeken richting veiling gestoelte? Want je bent vanaf nu de veilingmeister. Ook wel eens leuk. Ja, we dachten als hij toch binnen is in de gemeente, gaan we hem ook maximaal benutten. En er zijn nog 2 mannen van AZC die hebben geoefend bij de zondagveiling in het clubhuis. Maar die komen nu hier ook meehelpen. Geef een groot applaus aan Raymond Steinvoort en Luc Wassing. Kom erbij, mannen.
Dan gaan we beginnen. Mag het zaallicht een beetje aan, dames en heren? Want dan kunnen we zien wie er allemaal enorm gaat meebieden. We moeten natuurlijk een heldere blik op hebben. Er gaat een heel juridisch team plaatsnemen hier achter een notaris en een bijhouder. En noem maar op. En we gaan het 2 om 2 om 2 doen. 2 burgemeesters, 2 Luc en 2 Raymond. En let goed op, we hebben schitterende veiling items. En nou, laten we gewoon eens, iedereen zit. Zullen we beginnen met veiling nummer, item nummer 1? Ja, nou ben ik een burgemeester die hier naartoe gestuurd is om enige rust te prediken. Ja, gaat best slecht, hè? En ik ga gelijk onrust stoken op deze avond. Heerlijk, doe. Want u heeft allemaal een boekje voor u liggen. En u denkt dus dat kavel 1 van Zutphen promotie komt. Namelijk een schilderij van Zutphen. Maar we gaan toch eventjes eerst nog 1 item ertussen doen. Oh, ik weet en van niks. En hoe komt dat nou? Nee, daarom, ik ga je verrassen, Harm. Meebieden dus, hè. Oh, ja. Hoe komt dat nou? We zijn ongelooflijk vereerd dat de consul-generaal van Turkije hier is. Thank you very much for joining us. Yes. And, and I have to apologize because nobody told me you were actually going to be here. So on my behalf, a very warm welcome as well. So thank you very much. Maar wat gebeurt er nou nog meer? Hij neemt iets mee vanavond, iets heel bijzonders, om te veilen. En ik ga het hier laten zien, want u kunt het dus niet op de foto zien. Maar dit is een ingelijste, zeer bijzondere postzegel. Wauw. En die postzegel die is uitgegeven in een zeer beperkte oplage. En die is uitgegeven door een uniek samenwerksverband tussen aan de ene kant de PTT, dus onze nationale postdistributie zal ik maar zeggen, maar ook door de nationale post van Turkije. Dus gezamenlijk een uitgave. Waarom? Omdat die namelijk het 400 jaar samenwerking en culturele verband tussen Turkije en Nederland viert. Mooi. Hij is al een beetje oud, want we zijn al veel verder dan die 400 jaar. We zijn ruim 10 jaar verder. Maar het is dus een hele bijzondere uitgave. En ik zou zeggen, laten we nou beginnen. Laat ik eerst eens even vragen. Is er hier iemand, want er zijn toch ongetwijfeld wat postzegelverzamelaars in de zaal? Ja, wie verzamelt allemaal postzegels? Ja, ja, ik hoor het daar al. Wel minstens 3 mensen, ja. Ik zie het ook. Ja, en ik zeg er maar gelijk bij je, ik zou goed nadenken, want postzegels zijn op dit moment misschien weer wat minder in zwang, omdat we weinig brieven sturen en u allemaal via de e-mail zit, maar de media gaat u binnenkort vertellen dat u weer brieven moet sturen, omdat dat veel persoonlijker is. En dan heeft u die postzegels weer nodig en dan gaat u ze weer sparen. Zullen we eens beginnen met dit zeer unieke exemplaar van het Turkse consulaat met de postzegel die viert dat er 400 jaar verbanden zijn. Ik begin met 100 euro. Wie biedt voor 100 euro? 100 euro hebben we binnen. We gaan met sprongen van 50 euro. We gaan eens naar 100 euro. We gaan eens even met 25 euro omhoog. 150? Nee. Ja, 50. Geen gemiep. 50, 150 euro. Wie biedt er voor 150 euro? 150 euro hebben we daar. En dan gaan we door naar 200. 200 euro. 200 euro. Ja, ik zie al 4 voor. 200 euro. Nou, gaan we rustig. 225 euro. 225 euro. Dit is een uniek exemplaar. Ja, ik zie daar 225 euro. 250 euro. 250. 275. 275 euro zie ik hier. Nogmaals. Dit exemplaar krijg je echt bijna niet meer. 300, meneer die daar staat. Ja. Ja, 300. En dan gaan we naar 325 euro. 325 euro. Ik zou zeggen, hij is 350 toch minstens waard. Wie is hier voor 350 in? Ja, ik zie daar aan die tafel 350 euro. Dan gaan we 375. Ja, ja, ziet u? 400. Zie je, het is een 400 euro. 400 euro. Hij is ook nog ingelijst. Alleen dat is nog een extra verkoopargument. We hebben 4,25, 4,25, 4,25, 4,25, 4,25, 4,50, 4,25 voor iemand nog? Mevrouw Stouten. Dat laatste weet ik, maar ik 450. Moet het nummer noemen. Waren we nog 400? Oh, 450. Nee, mevrouw Stouten. We gaan er overheen. 450, 500 achterin. 500 achterin. 500 achterin. We maken ik zou af. Zeggen.
Laatste bod? Laatste bod, 4,25. 4,25. Dus, we zitten al op 500 achterin, hoor. Sorry, 500 zitten we, 5,25. Als het zo gaat met de gemeentebegroting, dan... Ik ben blij dat jij de lagere school wel hebt afgemaakt. 500 achterin, eenmaal, andermaal, mooi rondbedrag. Ik zeg, hij is voor jou. Mooi. Super, dankjewel. Super, mooi, dankjewel. 500. Ja. We hebben maar geen... Harm, gaan we gewoon naar nu de... Nu gaan we voor de echte lijst. De lijst. Blijven concentreren, dames en heren. En we vertrouwen natuurlijk op jullie volledige eerlijkheid, want we hebben geen veilingnummers. Maar gaan na afloop even langs bij de notaris en lossen het allemaal even op. Zo, het officiële eerste veilingnummer. Ja, u kunt het in het boekje zien. Ik zeg, het is een soort van kruising tussen Breugel en Escher. Maar in werkelijkheid is het een schilderij. En dat schilderij is van Pablo Slenders en van Matthijs Vissers. En het laat zien wat Zutphen allemaal heeft. U ziet de spoorbrug, u ziet de torens, u ziet alles wat Zutphen lief heeft. Ik zou zeggen, we gaan beginnen met een startbod voor deze donatie die van Zutphen Promotie komt. Van €350. €350 voor een geweldig schilderij van Zutphen. En ik zeg er even bij, hè, ook dit is een bijna uniek exemplaar. En nogmaals, hier zie je de zachtheid van de bloemen, de torens, de brug, de torens, nog meer de kerk. Noem het maar op. Ik zou zeggen €350. €350 hebben we daar. €375 achterin. In de zaal. Meneer in het witte shirt. We komen naar €400. €400 aan die tafel. €425 hebben we hier. €450 achterin. En dan gaan we naar €500, want het is te mooi om het voor onder €500. Want het is te mooi om het voor onder die prijs weg te doen. En wat dacht u van 5,25? Ga ik weer bijna fout naar die 400. 5,25. Wie biedt er 5,25 voor dit unieke schilderij? Hier op het is van je lievelingsstadje, van je eigen stadje. Dat wil je toch aan de muur 450. Hebben. 450. We waren al bij 500, hè? Harm, oh, 5,50. Doe even €100 bij. 5,50. 5,50 achterin. En 600. 600. €600 hebben we hier aan deze tafel. Wie 6,50? €650 aan die tafel. Hier. We gaan naar 700, baar 700. 700 links achter, rechts achter het bid. 750 wie? €750. We zitten hier vooraan 750. We gaan naar €800 wie? 800. €800 ja daar aan deze tafel. 800. Ik moet een brilletje hebben geloof ik hè. 850. 850. 850. 850 wie oh wie oh wie? Hier vooraan ja, 850. 850. 900. 900 hebben we ook. 900. Wie maakt hem af op €1000? Dan heb je hem gewoon. Ja, ja, oh, kijk, tegelijk. Ja. Dan gaat het toch naar 1100. €1000, daar gaat hij 1100. Voor. 1100. Ja, zullen we gunnen? 1100 voor die meneer. Supermooi. 1100, supergoed. Een groot applaus. En hij staat mooi. Fantastisch daar in uw huiskamer. Wij gaan heel snel door naar de tweede kavel. En even en een kleine opmerking van orde tussendoor, dames en heren. Willen we voor middernacht thuis zijn, dan gaan we hem even iets versnellen. Dus we gaan de biedingen even... Wat is er? Nou, het biedt je op iets anders. Of wil je heel slecht dat lelijke schilderij, wil je graag? Ja? Nou, er komen nog hele mooie dingen. Zullen we zo houden? Of wil je nog heel graag eroverheen? Mag dat nog, meneer de notaris? Dat mag, nee, mag niet meer van de notaris. Dus kom even iets naar voren, want dan zien we je been. Achterin ben je vrij kansloos. Dus mooi. Oké, volgende item. We gaan eventjes praten zometeen. Want misschien heb ik nog wel een oplossing. Maar dan kom ik zometeen kom ik naar u toe. Ja. Ik onthoud u. In ieder geval aan uw shirt. Ik ga twee keer een klap geven, want we hebben al twee dingen geveild. Mooi. We gaan door naar de mol. Nou, jij kan daar heel veel over vertellen. Maar ik kan u vertellen dat we de 7e aflevering hebben gehad. Dat er inmiddels €8.500 in de pot zit. En dat er nog 3 afleveringen moeten zijn. En u kunt, voordat u bij de laatste aflevering bent, kunt u daar naartoe. Naar de Mol Talks. En die Mol Talks, die geven u de mogelijkheid om met iedereen die is afgevallen te praten. Ik zou zeggen, het is een unieke gelegenheid. En wat hebben we afgesproken, Harm? Dat startbot. We hier starten met €150. €150 en u kunt met uw familie naar de Mol Talks. Al die Nederlanders die zich hebben ingezet en die zich door die mol hebben laten pakken. En die dus nu in de studio zitten te wachten om met u te praten. €150. Wie gaat er naar de mol? Even kijken. Hier vooraan hebben we €150. Ja. Dan gaan we naar €200 voor de Mol Talks.
ontzettend leuk live programma. Wij zijn daar. 200 euro gaan we naar 250. Mol Talks. Je kan je echt met het programma bemoeien. 250 hier vooraan. 300. 300 aan de tafel er middenin. Gaan we naar 350. 350 hier vooraan. 400. Nee? Nee, dan even voor 350. Zullen we hem doen? Veel plezier ermee. Leuk. En, mooi. We gaan dankjewel. De volgende. Ja. Dames en heren, Raymond neemt het over. Oh, het is Luc. Sorry. Luc, wat ga je veilen? Ik ga veilen een wedstrijdshirt van Serginho Dest bij zijn tijd bij ons alle Ajax. Het startbord is 100 euro. Het is aangeboden door AZC1 en Jean Been en Ondermolen. Kijk, hier komt het shirt aan. Dit zijn de betere items. Het zijn de betere items, inderdaad. Een shirt van Dest van Ajax, dames en heren. Startbord is 100 euro. Wie biedt er 100 euro? Wie wil hem hebben? Achterin 100. Ik ga gelijk door naar 150. Zeker. 150 hier vooraan. 150 euro geboden. We gaan naar 200 euro. Voor een prachtig shirt. Wie of wie? Bovenin. 200 euro geboden. 200 euro hebben we daar. 250 euro wat die waard is, staat erop. Volgens mij is die veel meer waard dan 250 euro. 250 euro, die mevrouw. Geboden. 300 euro, wie of wie? 300 euro voor een schitterend Ajax shirt. Daar aan die tafel, 350. Mevrouw, bordje erbij, 350 jullie. Je hebt geld zat, man. 350, 400. 400. 450. 450, ja hoor, 500. 500. We gaan naar 550. 550, je wil hem gewoon. 550. 600. Met een certificaat. Met een certificaat, mensen. 6. 600 hebben we binnen. Ober, je staat voor de beste klant. 650. 650. 700. Ja hoor. 750. Die man die staat echt verkeerd. 750. Nee. 700 daar. Iemand meer dan 700 euro. Voor een prachtig Ajax shirt. Eenmaal. Andermaal. Mag jij hem hameren? Gaan we slaan. Gefeliciteerd. Verkoop. Mooi. Applaus. En we gaan onmiddellijk door. Anders wordt het nachtwerk. Wat hebben we? We hebben een TUI vakantiewaardecheck ter waarde van 500 euro aangeboden door Cinemajestic. Oh, mooi. Met een startbord van 250 euro, maar we gaan gelijk naar 350 euro. Wie biedt er 350 euro? 350 euro voor een vakantiecheck van TUI. 350. Hier vooraan. Binnen. 400. Wie of wie? Vakantiecheck. Daar, 400. 450. Wie? 450. Ik bied op alles nu. 450, 500. 550. Ja hoor, 600. 600. Wie meer dan 600 voor een vakantiecheck? 6,5. Daar, 6,5. 700 gaan we naartoe. Wie? 700. 700 euro voor een schitterende vakantiecheck. Wie was er 6,5? Daar, 700. 400. Middenin. 750. 750. Wie of wie? Iemand meer dan 700 euro zit daar. 57 afronden. 57 hebben we hier. 800, ja hoor. 850. Achterin. Achterin, wie? Ik zie je niet. 850, ja daar. Ja. Mooi. 900. Niemand meer dan 850 euro. Wie was dat? Zwaai even heel erg. Laatste bot. Ik zie hem niet hoor. Jij wel? Ik heb ook niet. Spotter gaf ik net aan. Maar... Daar ergens. Zwaai even wie voor 850 euro had geboden. Ja, mensen zitten aan hun neus te krabben, hè? Deze, wat was het laatste bot 800 hier? 800 hier midden in de 800 tafel. Midden in deze tafel, die gunnen we hem. Ja, maak hem op 800 euro voor jullie. Supergoed, dankjewel jongens. Raymond, wat ga je veilen? Goedenavond, dames en heren. Nu komen de veilingelementen waar je natuurlijk de hele avond op hebt gewacht. Hoe lekker is het als je naar je werk gaat en je kan je kind naar een veilige plek brengen? Daarvoor hebben we 3 maanden gratis kinderopvang. Zo, dat is duur. Bij Kindernet te Zutphen en Warnsveld. Het waarde van 7.500 euro en we beginnen bij 1.000 euro. Wie maakt me los? 1.000 euro voor 3 maanden kinderopvang. Wie durft? Ook weg te geven euro. Aan luidruchtige buren. Maakt niet uit. Heb je het ook eens leuk in de tuin? Wie biedt er op die kinderopvang? Iemand daar interesse in? Dan moet je heel hard zwaaien, want we zien jullie niet. Hè? Dus kinderen of zo, iets te zakken, 500 euro. 500 euro? 500 euro. 7500 euro waard, dames en heren. Je bent wel gek als je niet biedt. Iemand zin in die kinderopvang? Iedereen heeft zijn kinderen al veilig zitten, denk ik. Hier? Maakt niet uit, nee, voor elke leeftijd is het. Hoe oud ben je? 19, mag.
mag gewoon. Ja, hup, naar de kinderop. Bieden jullie 500 voor hem? Kan hij een tijdje weg. Niemand zit in kinderopvang, dan gaan we hem gewoon niet veilen. Dat kan ook. Maar dat kost bakken tijd. Hebben we een bot? Nee, hè? Nee. Nou, zullen we hem dan online zetten? Ja, gaan die gaat dan online. Want er zijn natuurlijk mensen die zijn er dol op. Maar jullie zijn allemaal te oud waarschijnlijk. Dus, ja. Goed, volgende veiling element. Een training, sterke punten voor een team van maximaal 10 personen bij Arcodis in Leusden. Om je eigen talenten te ontdekken. Wauw, training van sterke punten. Wie heeft hier allemaal een bedrijf van zichzelf? Mag ik even handen zien? Wie heeft zijn eigen bedrijf? Ja, jullie hebben wel sterke puntentraining nodig. En dat was meteen het eerste bod, begrijp ik, hè? Of niet? Wie weet nog niet wat zijn talent is? Kun je handen ook in de lucht doen? Sterke puntentraining, wie durft? Oh, het is een leuk team uit, joh. Je kan er echt iets van maken met elkaar. Daar is een bod. 1.000 euro. Supergoed. Dat was het begin, toch? 1.000 euro hebben we binnen, dames en heren. Wie gaat daar 1.100 euro voor? Een heel mooi sterke puntentraining. 1.100 euro. Je mag ook over jezelf heen bieden, hè? Dat is geen probleem. 1.100? Dus, niemand meer dan 1.000 euro voor een sterke punten. Dat is echt het koopje van de avond. Dan gaan we hem gewoon doen, hè? Ik ben heel blij met elke 1.000 euro. Dus, zeker. En dan laat je achteraf even online weten of je verbeterd bent. Ik lijkt me in jouw geval enorm leerzaam. Dus dankjewel. Mooi. Stop. Groot applaus voor de sterke puntentraining. Mooi. Zo. Haha. Mag de achtergrondmuziek even zagen? Hoe laat leven we ondertussen? We zijn een klein kwartiertje uitgelopen. Zullen we even een korte pauze nemen, dames en heren? 10 minuutjes, dan komen we terug. Dan zien jullie een aantal mensen die in Zutphen heel actief zijn geweest. En die allemaal hun check komen aanbieden. En daarna gaan we door met veilingblok nummer 2. Neem even pauze, tot zo. Hoe ervaart u het tot nu toe? Nee, deze avond heb ik het dan over. Ja, nee, deze avond, ik wou net zeggen, ik ben 3 weken aan de gang. Dus, en ik, nou ja, Zutphen is om verliefd op te zijn. Maar we moeten wel natuurlijk eerlijk zijn dat de aanleiding die we voor vanavond hebben natuurlijk echt verschrikkelijk is. Dat is ook wel iets wat je, nou laat ik maar zeggen, op het moment dat je net begint als burgemeester. Nou niet, nou ja, dat is niet de start die je wenst, zal ik maar zeggen. Ik ben onder de indruk van het feit dat mensen, de voetbalclub, maar ook mensen uit de gemeente met elkaar de handen ineen geslagen hebben om dit zo snel in 7 dagen in elkaar te zetten. Ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Ik ben daar ook echt apetrots op dat ze dat zo goed met elkaar gedaan hebben. Maar nogmaals, de pijn van de aanleiding blijft natuurlijk hangen. En die zit door heel Zutphen heen. Hè. Die stroomt allemaal door ons heen. Want ja, we hebben heel, heel duidelijk natuurlijk de familiekeuze. Wat een onvoorstelbaar drama is. Ik ben bij hen thuis geweest. Ja, het is hartverscheurend. Maar je hebt ook mensen bij ons in de gemeente. Ik zei het vanavond, bij ons in de gemeente 3 mensen die directe familieleden hebben verloren. Andere mensen op de voetbalclub. Ik kom op straat mensen tegen. Het is heel Zutphen is geraakt. Ik hoorde u zeggen, het blijft niet alleen bij vanavond. Het heeft een hele lange adem nodig. We hebben deze mensen, moeten we blijven helpen. We moeten hier aandacht aan blijven schenken. Hoe gaat de gemeente dat doen? Nou ja, we hebben geholpen met de oprichting van een stichting. Zoals dat zo heet, met stoom en kokend water. Hè. Dus die is afgelopen zaterdag, heb ik met de notaris samengezeten. Om dat allemaal te organiseren. Zodat vanavond die stichting live was, om het maar zo te zeggen. Dat levert dan ook weer op dat het een ambi-status heeft. Waardoor je de giften kan aftrekken van de belasting. Dat scheelt dan weer iets. Maar het gaat natuurlijk om de lange adem. Gaat het om dat je ervoor zorgt dat je echt bijdraagt aan die wederopbouw. Dat gaat om geld. De gemeente heeft nu in eerste instantie een ton vrijgemaakt. Nou, dan moeten we maar eens even kijken hoe die stichting verder verloopt en of daar nog meer zou moeten komen. Dat zien we dan wel. Maar je kunt natuurlijk ook in kennis en kunde kun je wat doen. En we hebben ook tegen elkaar gezegd, kijk, op het moment dat wij van de mensen in het gebied, in Hatay of in Antakya, horen dat men iets nodig heeft. Als het gaat over advies of kunde of wat dan ook op gemeentelijk gebied. Dan kunnen we altijd kijken wat wij ook nog uit de gemeente kunnen leveren. Kortom, het blijft niet bij vanavond alleen. Nee, het blijft niet vanavond. Maar het allerbelangrijkste, en dat was ook waarom mijn oproep wel een beetje uit het hart was. Mensen zijn heel zwaar getroffen. En we weten allemaal dat op het moment dat je zwaar getroffen bent, dat er veel mensen zijn die je helpen en die je steunen aan het begin. Maar de leidensweg van hoe je getroffen bent, duurt veel en veel langer. En daarom doe ik ook een oproep om
daar aandacht voor te blijven houden. En ook over een jaar nog de arm om elkaar schouders heen te slaan. Want dit is niet over in een week. Dit duurt langer en we moeten elkaar vasthouden in de ellende die hier allemaal uit voort is gekomen. En wat dat betreft, met uw goedvinden, kijk ik toch even naar de kijkers thuis in Warnsveld en in Zutphen op berkelstroom.nl. En die nu luisteren naar de radio. Onder in beeld staat een bankrekeningnummer. Aarzel niet, als ik dat zo hardop mag zeggen. Heel graag. Tot slot, ja, de lach en de traan zitten soms dicht bij elkaar. Het is natuurlijk vreselijk de ramp, maar het moet me toch van het hart. U als veilingmeester, dat misstaat niet. Ja, ik heb mijn best gedaan en ik was heel blij met de opbrengst van de veiling. Dus in die zin ben ik ook heel blij. Maar het is natuurlijk ook mooi dat we dit zo met elkaar kunnen doen. En ik weet niet of de veilingmeester het doet of dat de prijzen en de veilingstukken, zal ik maar zeggen, die alle sponsors gratis ter beschikking hebben gesteld, die doen het misschien nog wel meer. Alles met elkaar. Alles met elkaar. Hartelijk dank. Dank u wel. Het gaat over Turkije. Ja. En wat was je eerste reactie? Ja, graag helpen. Ik was bij Giro 555 geweest om te bellen. Bellen, telefoontje opnemen, werd ik een beetje gek, maar voor mensen die wouden doneren. En die sfeer die daar was en hoe iedereen wou helpen, dat ik dacht van ja, dat is super mooi als we dat ook in onze eigen stad kunnen doen. Dus ja, natuurlijk. En je zegt sfeer, wat voor sfeer is dat? Nou, het is natuurlijk ook een hele verdrietige sfeer. Iedereen is geraakt en sommige mensen weten ook niet zo goed wat ze moeten doen. Maar je voelt dat iedereen heel opgelucht is en blij is dat ze iets kunnen betekenen. Ook al is het maar zoiets, weet je wel. Het liefst zou iedereen misschien wel daarheen gaan en met de handen gaan helpen. Maar, de handen uit de mouwen er gestoken, ja, precies. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen mogelijk. Dus het is heel fijn om op deze manier een steentje bij te dragen. Jij trok wel de handen uit de mouwen. Yeah. En vervolgens dacht ze van ik ga een nummer, ga ik zingen? Ja, ze vroegen of ik misschien iets van een optreden wou doen. Ik zei, nou, ik kan op zich één nummer zingen als dat de avond mooi vult en als dat past. En dat is het nummer Sweet Goodbyes, maar een vertaling daarvan die ik een tijdje terug heb geschreven. Mm-hmm. En waarom heb je hiervoor gekozen? Het nummer gaat natuurlijk onder andere ook over afscheid. En ik weet dat er meerdere mensen in deze gemeente zijn die iemand hebben verloren door de aardbeving. Maar het nummer gaat er juist ook om dat je een arm om iemand heen doet en dat je iemand ook wil helpen. En als je ziet hoeveel mensen hier zijn die iets willen betekenen, ik denk dat dat heel erg goed past. Ja. En zou je zelf nog iets willen zeggen? Zelf nog iets willen zeggen? Nou, voor de mensen die nog iets kunnen kopen hier bij de veiling, gaan, weet je wel. En ook als je niet iets ziet, je kan natuurlijk gewoon doneren. Je kan ook bij Giro 555 doneren, maar ik vind het wel heel mooi dat we hier echt dit specifieke gebied helpen, omdat dat getroffen is. Omdat er een gezin dat daar ook familie had getroffen is. Daarmee. Want hoe raakt jou dit dan? Ja, ik vond het vreselijk. Ja, ik moet bekennen dat ik heel moeilijk naar de beelden kon kijken. Dat ik daar wel echt moeite mee had. En ik heb dat altijd al met dingen die ik lastig vind of eng vind, dat ik er niet naar kijk. Maar wat bij mij altijd in me opkomt, als ik er al niet naar kan kijken, hoe moet het dan zijn om er zelf in te staan? En dat zegt al genoeg voor mij, een soort van, we moeten toch iets doen. Nou, dankjewel. Ik zou zeggen, heel veel succes straks met het zingen. Yes, en dan, fijne avond. Yes, jij ook. We gaan even een paar bijzondere momenten meemaken. De fluisterboot is 16 personen, staat er niet in. Hoe lang? En het zou fijn zijn als het langzaam even heerlijk stil wordt in die hele buitensociëteit. Want, ik wacht even tot het echt waardig stil is, want in mijn inleiding zei ik al, de afgelopen dagen is er in Zutphen echt een ongekende activiteit ontwikkeld. En we krijgen nu 5 mensen op het podium die allemaal in actie zijn gekomen voor Hatay en die allemaal hun cheque komen brengen om de eindstand van vandaag zo hoog mogelijk te maken. Mag ik om te beginnen een heel groot applaus voor Basisschool Arcade. Kom erbij, jongens. Zo. Kom maar even aan deze kant. Hoi. Zo, hou hem nog even voor je. Wat hebben jullie gedaan deze week? Wij hebben deze week geld ingezameld. Ik wil het even helemaal stil hebben, dames en heren, want het is een mooi verhaal.
Wij hebben deze week geld ingezameld voor Turkije en Syrië. Ja, hoe heb je dat gedaan? Door flessen in te leveren en geld in te zamelen. En waar dat eerlijke flesje of heb je echt uit tuinen leeg geroofd en zo? Nee, dat mag van mij ook hoor, maar als je maar zegt. Gewoon eerlijk. Echt waar? En hoeveel flessen heb je bij elkaar moeten sprokkelen? Nou, ik denk dat we in totaal wel 150 flessen hebben. Echt nou, heel veel. Dat is dan voor één winkel, maar misschien denk ik wel 500 flessen. Ja. Misschien nog wel meer. En als jullie, hoe oud zijn jullie? Ik ben 11. Ja. Ik ben ook 11. 11. En je hebt gewoon iets harder doorgegroeid. Ja, ja, maar dat, ja, dat is altijd met vrouwen. Ze zijn wel bij de hand, die groeien harder. Maar je haalt het nog wel in hoor. Don't worry. Hey, en ik vind het toch wel interessant. Want dan gebeurt er zo'n enorme ramp ver weg. En dan kijk ik weet nog toen ik 8 was. Dat is heel lang geleden. Toen was er hongersnood in Biafra. En dat was voor het eerst dat ik iets heel erg zag op televisie. Jullie hebben natuurlijk wel meer rampen gezien. Maar dit is echt een hele grote. Hè? Wat dachten jullie toen jullie de beelden zagen? Nou, ik vond het wel heel erg, want in Nederland maken we zoiets nooit mee. En dan moet je nagaan dat andere mensen door zulke moeilijke tijden moeten. Ja, dat kan je eigenlijk niet voorstellen, hè? Nee. Nee. Zullen we onthullen wat de check is geworden? Ja. Wie gaat het zeggen? Ja? Ja. Oké, let op. Moet je even trommelgeroffel. Ja. 437 euro. Wauw. Basel Arcade. Supergoed, jongens. Geef de check maar op tafel. En nou, ik zou zeggen, ga nog een paar weken door. Het kan nog gewoon 10.000 euro worden. Dankjewel. Mooi. Dan hebben we Elegant. Is Elegant er? Kom erbij, jongens. Ja. Oh. Zo, bijna een mini-ramp, maar het ging nog net goed. Kom erbij. Hoi. Wie ben je? Ik ben Sepp. Hoe zeg je? Sepp. Stef. En wie heb je bij je, Stef? Sepp. Sanne. Ja? En wie ben jij? Ik ben Sepp's moeder. Ja. En ik werk op het Elegant. Aha. Dus, en wat is daar gebeurd? Wat is daar gebeurd? Nou, het is wel heel mooi. Er waren leerlingen uit een eerste klas, 1G. Die wilden zelf graag initiatief nemen om een actie op touw te zetten. Ja. Dus we hebben ze lekker de vrije hand gegeven. De coaches van de klas waren betrokken. Alles mocht. Ja, en dat was eigenlijk pas vorige week woensdag of zo, dat ze dachten, we moeten ook toch echt wel wat doen. Ja. En het idee, nou, maandag denk ik trouwens, het idee was Giro 5 voor 5. Op een gegeven moment dacht ik, nou, hoorde ik van dit initiatief, dacht eigenlijk is het veel mooier om het lokaal aan te bieden. Dicht bij huis te houden. Ja, ja precies. Mooi. En hebben we nog een beetje meer gehoor aangegeven. Maar het was zo last minute dat de leerlingen uit die coachclass nou niet direct stonden te springen om hier naartoe te komen. Nee. Dus ik dacht, nou, dan neem ik mijn zoon even mee. Ja, maar dat is ook, wat heb jij gedaan, Stef, zelf? Wat heb je geknutseld? Ik heb voor de Adria van de Ende geld opgehaald, maar niet voor het Elegant. Oké, dus eigenlijk ben je een soort illegale, zonder statushouder deelnemer. Ben je. Maar het is toch leuk dat je er bent. Denk je dat je later een podiumartiest wordt of blijf je liever achter de schermen? Blijf liever achter de schermen. Dat gevoel had ik al. Maar dat, eerlijkheid bovenaan. Wat hebben jullie opgehaald, Elegant? Ja, wij hebben opgehaald 803,44 euro. Wauw! Dus, mooi! Super gaaf! Met fotootje, let op. Foto! Foto! Let op. Een persmoment heet dat. Leuk kijken. Supergoed. Groot applaus, Elegant. Dankjewel. We gaan meteen door met Interim Bureau Koopman. Interim Bureau Koopman. Kom erbij. Het kan me niet schelen wie je meeneemt, maar timing is alles, dus kom gewoon. Komt u verder? Doe je het samen? Met Judo Zutphen. Gewoon tegelijk. Wat, waarom kom je tegelijk? Omdat wij geen podiumdieren zijn. Nee, maar dat geeft nog niks. We zijn onder elkaar en dat is allemaal voor het goede doel. Wie ben je? Ik ben Mirjam van het Hul en van Judo Zutphen. Heb je de zwarte band? Ook. Dat is wel een beetje verantwoord. Ook. En de roze en nee, de gele. Roze niet. Nee, nee? De roze niet. Maar je, je bent gewoon heel goed in judo. Ik kan een beetje judo. Ja, leuk. Ja. Ik ga je niet uitdagen, want dat zou echt heel onverstandig zijn. Dat is jammer. Wat hebben jullie gedaan als actie? Wij hebben niet veel gedaan. We hebben gewoon gezorgd dat we moesten helpen. Dus we hebben een mooie check bij elkaar en dat willen we graag aanbieden. Nou, doe bij deze. Wat hebben jullie? We hebben 250 euro van de judo-school. Van de judo. Supergoed. Dank je wel. Hartstikke mooi. Blijf nog even staan. En wat is een interim bureau? Ja, dat is een bureau in Zutphen. Die, moet ik die kan op? Ja, dat komt straks wel. Toen af. Jeetje, ga je nou een beetje met de podiumopstelling bemoeien? Kost je 100 euro. 100 euro erbij.
Zo, hè, dat gaat lekker. Wat hebben jullie gedaan? Eigenlijk ook niks. Mijn werkgever heeft een bedrag beschikbaar gesteld. Ja, ja. Want de interim is iedereen bezig. Dan heb je geen tijd voor acties, maar je denkt gewoon geld zat. Dan geven we dat. Ja, dat. Ja, mooi. Nou, ja. Kom maar door met het bedrag. €500. Superfijn. Jee, groot applaus voor jullie. Dankjewel. En een fotomoment, ja. Ik sta overal op. Goed, hè? Ik heb nu al meer dan €10.000 gegeven. Dat is heel leuk. Dus dankjewel. We hebben er nog één. Dames en heren, de AZC Jeugdactie. Kom er maar bij, jongens. Mooi. Kom maar gewoon lekker staan waar je staan wil. Ook ga het hele rijtje even bij langs. Daar hou ik van. Zo, met wie hebben we het genoegen? Met Jesse. Jetsen en? Sarah. Sarah. Rosanne. Rosanne. Samuel. Samuel. Ja, mooi. Hey jongens, dan, we doen af en toe vrolijk vanavond, maar we doen af en toe ook serieus. Het is wel jullie club, hè? Ja. En hoe is dat in die club? Ja, dat is wel heftig wat er is gebeurd. Ja. En kan je daar dan iets mee? Of denk je nou, ik score maar extra veel, want dan, dan denk ik er niet aan. Of hoe gaat dat? Ik heb er wel bij stilgestaan. Ik denk wij allemaal wel bij de club. En ik denk dat we met iedereen bij de club er onze best aan hebben gedaan om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Ja, dan kan je iets doen. Dat is een goed gevoel, hè? Ja, zeker. Ja, want dan zit je maar te niks en dan word je verdrietig en ik kan beter in actie komen. Ja, ja. Wat zijn jullie gaan doen? Wij hebben geld opgehaald en kleren ingezameld en ja. Wat je maar kon voorzien heb je gedaan? Ja. Ja. Waar was je beter in? Geld, aftroggel of kleren? Ik denk eerder wel kleren, omdat je die wel zelf thuis hebt die je bijvoorbeeld niet meer draagt. Kan je afgeven. Hebt gewoon van een nood een deugd gemaakt. Je hebt nu geen kleren meer, dan moet je binnenkort allemaal nieuwe kopen. Zo. Ja, klopt. Ja, wat heb je het liefst weggegooid? Wat was je blij dat je er vanaf was? Nee, ik denk gewoon trui of zo, dat ze sowieso warm hebben daar. Warme dingen, hè? Ja. Ja, het is daar hartstikke koud, dus daar moet je goed over nadenken. Zeg, wat heb jij gedaan? Ik heb €10 gestort. Wat zeg je? Ik heb €10 gestort. Mooi. Maar ik kan nog lager. Dus, Hoe kom je aan die stem? Van mijn vader. Ja, mooie stem. Jongens, ik hoef helemaal niet. Ik heb zelf zo'n ding. Wat is het geworden? €634,40. Wauw! Dat tikt lekker door. 604 AZC, jongens. Leuke foto, daar is de meneer. Leuk kijken. Dat leer je ook in de media, hè? Dat je even zo, let op, hij is nog niet. Ben je klaar? Oh, hij staat erop. Heel groot applaus, dames en heren, voor de jeugd van AZC. Dankjewel. Zo. Zullen we doorgaan met veilingblok nummer 2? En ik kreeg net een beetje... Oh, nou, er zijn nog meer mensen. Kom er maar bij. Geen idee. Dus, nog meer overactief grut. Dus, Zo, hallo jongens. Want ik weet echt niet wie jullie zijn. Het staat niet op de lijst, maar ik ben heel benieuwd. Oh, leuk. We hebben toevallig wel het meeste opgehaald. Niet verklappen. Hij zei, we hebben toevallig wel het meeste opgehaald. Zo, wie ben jij? Ik ben Cas. En... Cas, en waar ben je van? Van de Adriaan van de Ende in Zutphen. En wat is dat? Een opvanghuis voor weggelopen kinderen? Nee, dat is een school en een kinderopvang. Ja. En er is ook een kinderdenktank. Dat is eigenlijk een soort leerlingenraad. Een kinderdenktank? Ja, waar denk jij dan de hele dag over dat na? Dat is eigenlijk een soort leerlingenraad waar... Leerlingenraad voor tamelijk bij de hand de kinderen. Ja, hè? Omdat je alle boeken al uit hebt. Hoe oud ben je? Ik ben 10. Ja, ik herken me hier wel een beetje in. Ik was ook klaar met de lagere school toen ik 6 was ongeveer. Dus, maar vertel, wat heb je laatst over nagedacht in de denktank? Dat we geld wilden inzamelen voor de kleine serie. En zitten jullie allemaal in die denktank? Ja. Jeetje, wie is het slimst van iedereen? Ja, jij? Ja. Ja, leuk. Nee, daar hou ik van. Bescheidenheid is zo'n overtrokken begrip. En waarom ben jij dan zo slim? Weet ik niet. Nee. Ja, dat is dan weer jammer, hè? Hoeveel is 4000 gedeeld door de wortel van 8? Weet ik niet. Vind ik heel verstandig. Je kunt zo de politiek in. Ja. Hey, wat heb je gedaan voor actie? Weet je ook niet. Wij hebben geld opgehaald voor Turkije en Syrië. Ja. En, dat hebben we gedaan door bijvoorbeeld klusjes te doen thuis. Oh. En daar kregen we dan geld voor. Wat je normaal vertikt, ben je nu gaan doen. Ja. Wat goed. Ja, en werd er ook gewoon eerlijk betaald door de ouders? Ja. Wat leuk. Wat heb je gedaan voor iets wat je echt normaal nooit doet? Bijvoorbeeld de afwas doen of zo. Oh ja. Kan je wel bij het aanrecht al? Ja. Nou, ja, leuk. Wat heb jij gedaan? Ik heb ook de afwas gedaan en de tafel gedekt. Allemaal klussen? Ja. Supergoed. En wat heb jij gedaan? Ik heb de afwas gedaan, ik heb de hond uitgelaten. Ja, jeetje, Mina. Laat je normaal nooit de hond uit?
soms. Maar nu kreeg je er geld voor. Ja. Ja, dat is fijn. En ik heb ook nog gecollecteerd en fles ingezameld. Kijk, voor alles. Stefan, heb jij gedaan? Oké, Sepp, maar oké. Nou, oké. Okay. Henk, wat heb jij gedaan? Hoe heet jij? Lot. Lot? Mooi. Wat heb jij gedaan, Lot? Ik heb allemaal flessen ingezameld allemaal met mijn vriendinnen. Goeie klussen, mooi. En jij? Ik heb de afwasser gedaan en ingepakt en uitgepakt. De vaatwasmachine? Ja, dat. We gaan even recappen. Hij heeft de vaatwasmachine ingeladen, toen aangezet en toen uitgezet. Ongelooflijk. Dat heeft meer dan 10 eurocent opgeleverd. Ja. Wat dan? 10 euro. 10 euro. Oh, wauw. Wie gaat het bedrag onthullen? Ja. Zo, moet je even heel spannend maken. Dames en heren, zeg maar. Wij hebben met Kindercentrum Arjan van den Ende 2571 euro en 51 cent. Ja. Ja, waar ben je? Je had wel gelijk. Ja. Zij toch. Zitten jullie ouders ook in de zaal? Ja. Waar zitten die ouders? Oh, dat wordt een vakantietje minder dit jaar, hè? Maar dat is helemaal niet erg, want jullie helpen een hele goede zaak. Zou iemand van jullie nog iets heel liefs willen zeggen? Tegen iedereen die er is? Gewoon iets, je bent zo slim, dus misschien nou, iets heel liefs. Nou, als je familie bent kwijt, ga ik gewoon volhouden en het gewoon doorzetten. Ja, mooi. Dankjewel, jongens. En een heel groot applaus voor jullie. Dankjewel. Mooi. En dan mogen jullie nu weer af. Dank je. Oh ja, de cheque. Ja, zo. Die komt bij de notaris. Dank je wel. Jeetje, het mooi, hè? Want wij hadden vroeger altijd oude kranten op voor de voetbalclub en de korfbalclub. Daar was eigenlijk geen moer aan. Maar dit is veel leuker. Dus heel goed gedaan. We gaan veilen. Ik heb er ook nog één. Wie ben jij nu weer? De voorzitter van ZVV De Hoven. Van? De Hoven. Oh, is, ja. Heeft De Hoven een voorzitter? Ja. Ben je wel de voetbalclub. Oh, dat is wel De Hoven, toch? Ja. De club, zeg dat dan. De Hoven, echt zo import. Ja, maar er zitten hier ook andere mensen. Ja, ja, oké. Okay. Nou, wat heb je gescoord? We hebben 1250 euro opgehaald. Hoeveel? Wauw! Om in De Hoven. Met de jeugdleden, seniorenleden en ook de businessclub. Ja, mooi. Ja. En dat terwijl we vorig jaar nog dachten, moeten we De Hoven niet gewoon weggeven aan Brummen. Maar nee, nu houden we jullie. Maar dus had je het maar gedaan. Mooi. We zijn er heel blij mee. En ik rijd nu nog met veel meer plezier door De Hoven. Dus groot applaus voor de club. Dankjewel, jongens. Mooi. Nog meer. Kom erbij. Ja, dit wordt gewoon heerlijk. Jelle, vertellen. Jelle, ja. Nou, ik kom namens Ford een donatie van 500 euro aan jullie overhandigen. En Ford. Namens Ford. Ja, Ford Mooi. Garage. Ford Garage. Ik kon helaas niet bij zijn. Jij staat gewoon bij blokje 2. Maar dat geeft niet. Bedankt, organisatie. Maar het Ford, maar Ford 500... Garage. Heel mooi. Wat is je favoriete Ford? Ik heb nog geen rijwijs, dus geen idee. Maar je werkt er wel? Nee, oh, ik werk ook niet. Leuk. Ik werk ook niet. En je werkt er ook. Je komt ik heb, kom even deze check. Ik vind het hartstikke tof. Het. Dankjewel. Ja. Dames en heren, Jelle en Ford. Mooi. Zijn we klaar met de checks? We zijn klaar met de checks. Dan gaan we door met veiling blok nummer 2, dames en heren. Punt van orde. Wij zijn hier met tegenlicht op het podium. Dus sta je nou boven of achter in de zaal en we zien jullie niet. We gaan het iets langzamer doen, dan lopen we maar ietsje uit. Maar loop dan even iets naar voren of blur gewoon heel hard. Joehoe, hier. Dus hoe stiller het hier voor in de zaal is, hoe beter we alle biedingen kunnen horen. Want het gaat wel om veel geld. Dus probeer het zo ordelijk mogelijk te houden. Dus sta je achterin, wil je bieden, kom even iets naar voren. Dan sta je in het licht en dan zien we jullie. Dus laten we dat doen. Burgemeester, wat gaan we doen? Nou, dit is wel echt iets. Even kijken. Ja, daar is die. Dit is wel echt iets voor jou en voor mij. Oh ja? Ja, want ik heb hier een high tea bij de leukste keten van Nederland. Bij de HEMA. Ja, heerlijk. Voor 15 personen. Wauw. En wat is het meest bijzondere van die high tea? Is dat ja, daar ben ik dan weer blij mee. Er zit ook een tompoes bij die high tea. Maar zou het niet in het kader van het nieuwe interimbeleid belangrijk zijn om de gemeenteraad uit te nodigen voor met z'n 15e? Ja, dat zou kunnen, maar we zijn met z'n 29, hè. Dus maar die lullen er zo vragen bij. Dus dan, Oké, dan gaan we dat doen. Ik stel 15 voor, personen high tea. Ja, we kijken even naar de gemeenteraadsleden. Die zitten hier allemaal. Ja, dus we hartstikke leuk, goed met z'n allen naar de HEMA. Dat die hier zijn. Bied maar eens even mee en dan praat ik wel met de Griffie. Ja, wat is het startbod? Het startbod, nou, ik vind dat we minstens... Het is voor 15 personen, dus we gaan minstens voor 100 euro starten. Ja, minimaal. 100 euro high tea. 100 hebben we. 150 voor de high tea.
High tea, daar achterin, 150. 200, 200 achterin. 250 daarachter, 300 bij de zaklamp. Voor maar liefst 50 personen. Voor. 400. Volgens mij is het 400 hier. Stop dat is 400. Stoppen we bij 400? Nee, nog niet, maar dat die hebben ik we. Ik wou net zeggen. 450. 450 dan. Wie 450, 15 personen high tea. Ja, we gaan goed kijken. Ik bied 500, hoor ik net, van Suus voor de kijk. High tea van de HEMA. No. En ik bied gewoon over mezelf heen 550. Oh jee. Ja, 600 voor een high tea. Wie? Haalt ik mij zou uit zeggen, de brand. Ik zie dat we hem op... Ja hoor. Ja, ja. Kom je bij me wonen? €700 hier vooraan. Namens de gemeenteraad hoor ik hier de raadsleden die gaan... En dan gaan we hem ook proberen uit te breiden. En dan gaan we een high tea doen met de gemeenteraad bij de HEMA. 750 is het ik nu. Ik zou zeggen maar voor 750 maar. Nou, jongens. Wie wil er voor €800? Wie wil er nou geen tompoes bij de HEMA van de high tea voor €800? Eenmaal. En andermaal, het wordt de gemeenteraad van Zutphen. Die gaat met €750 high tea'en bij de HEMA. Gefeliciteerd jongens. Superleuk. Mooi. Nou, dat is een lekker tompoesje. Ja, nu moet ik oppassen, want ik ga dus binnenkort, naar Zutphen verhuizen. Oh ja. En dan moet je een nieuwe vloer hebben. Maar ik geloof niet dat het nodig is, want de vloeren zijn allemaal goed, hè? Ja, ik kijk even naar mevrouw. De vloeren zijn allemaal goed, hebben we geconstateerd. Want waar gaat dit over? Dit gaat over een vloer, maar liefst. En dat is of een traprenovatie, of een PVC-vloer. Nou is die niet oneindig. Maar als je een kamer hebt van 50 vierkante meter, dan heb ik voor u hier de oplossing van RBZ-vloeren. Die mooi. Komt bij u een PVC-vloer leggen. En het, ja, dat is wel veel waard hoor. Startbedrag? 50 vierkante meter, ik zou zeggen we starten met €200. €200 voor een vloer. Wie? Laat je vloer maar eens even vernieuwen. €200 hier vooraan. 250. 250 voor een prachtige vloer, hier vooraan. 300. Achterin. Achterin. Twee zelfs. 3,50 gaan we dan door. Gaan we naar 3,50. 3,50 voor een schitterende vloer. 3,50. Er zijn een heleboel 400, mensen die willen een nieuwe vloer. 400 en, met een glaasje. 400 en 4,50 achterin. €500 voor een vloer. €500. Het nog steeds, hè? Het is, een, ja, het is 550. Helemaal niks. 5,50 voor een nieuwe vloer. Wie wil dat nou niet? €550. Wie biedt? We komen met eenmaal, andermaal... Hier vooraan, 550, 600 euro. Ja, 600 euro. Die vloer is echt €2000 waard, hè? €600 hebben. Daar aan die 650. Kabel. 650 voor een vloer. En dan komen we bij eenmaal, andermaal, ja, 600 euro. 650 hebben we daar. 650 hebben we daar. 700 euro, wie of wie? €700. Niemand meer dan 600. Ja, 700 euro. Ja, de vrouw baalt nu, dat zie je. Daar ben je mee bezig. Ja. Nee, maar het is een hartstikke mooie nieuwe vloer. 750, wie? 750 voor een prachtige vloer. Veel meer waard, jongens. €750. 750, eenmaal 750. Nee, 700, twee, hè? En, 700. 700, ja, maar hier zie ik 750. 750, 750 waar? 750. Ja, 750. Ik kan, 800 dat is toch voor een nieuwe vloer? 800 hebben we hier aan deze tafel. Ja? Ja, we hebben 800. Ja, 850. Ik heb hem gezien. En dan gaan we voor eenmaal. Niemand? Andermaal. €800 en een nieuwe vloer in uw mooi. Huis. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Jammer, jongens. Mooi. Zo, Luc, wat ga je doen? Heel goed. Ik krijg nu denk ik wel een hele mooie kavel die er nu aankomt. Een diner bij of door de burgemeester van Zutphen. Oh. Interim burgemeester. Ja, jongens, ik ga het even helemaal stilmaken. Want dit is echt een buitenkansje, dames en heren. Een diner bij de burgemeester en de burgemeesteres, Ega. Caviar, kreeft. Thuis. Ik heb van alles al gehoord wat erbij komt. Hoeveel personen, Harm? Want er staat niks ja, bij. Ja, staat niet bij. Dus het kan tussen de 2 en de 400 personen. Acht personen. Oké. Okay. Het startbod is €200. Wie biedt er €200? Voor, ja, 200 hebben we. 250. We gaan naar 300 daarachter. 350 in het midden. 400. 450. 450. 500. Ja, 500 leuk, 500. We gaan naar 550, wie? 550. 600. 650. 700. 750. 750 zitten we. Wie meer dan 750? 800. Oh. 850. 850.
We gaan naar 900 euro. Wie? 8 personen, mensen. 8,50 is geboden. 900. 900. Je biedt over jezelf heen. Heerlijk. Ja. Maken we hem af. 1000 euro. 1000 euro. Wie gaat er over 1000 euro heen? Wie? 1100 euro. 1200. 1200. Nee, 1100 daar. Wie meer dan 1100 euro? 1100 euro eenmaal. 1100 euro tweemaal. Misschien 10%. Niemand meer. Echt niet. Een koopje, dan kun je eindelijk die burgervader op kosten jagen. Heerlijk gevoel. 1100 euro. Zullen we hem afhameren? Ik vind het prachtig. 1100 euro. Wie was het? Daar ergens. Gefeliciteerd. Mooi. Top. Supergoed. En de volgende. Heel mooi voor een eigen bedrijf, ondernemer of toch een vereniging. Een videoproductie. Dit kan een promo zijn of een verhaallijn. Jullie hebben het al gelezen, denk ik. Het startbord is 300 euro. Wie biedt het 300 euro? Voor je eigen company video. En ik bied aan, als je niet uit het scenario komt, ga ik gratis over de laatste versie heen. 400 als het dan niet goed wordt, weet ik het ook niet meer. 400 euro. 450. 500. Wie 500? 500. 550. 600. Wie 600? 600. We gaan naar 650. Wie wil de 650 voor zijn eigen bedrijfsvideo? 650 euro zoek ik. 650. Ga dan 700 euro. Geboden 700. Wie? Oh, wie is 700 euro daar? 750. Hier 800. Een koopje. Normaal 800. Met jouw hoofd ben je veel meer kwijt. 800. 800. 850. 900. Ja joh, Kajoutje, je bent er nou toch. 900. 850 nog steeds daar. Wie oh wie, 900 euro voor een personalized, tailor-made bedrijfsvideo. 900, 59. 1000, leuk bedrag. Kom op, je kan het niet meenemen, hè, dat weet je. 900, 1000. Ik wil even een dikke knik. Het alleen maar doorkletsen werkt niet. 950 euro nog steeds hier. Wie 1000 euro voor zijn eigen privé video. Mag ook iets heel anders worden als je denkt, ik heb toch liever in de huiselijke sfeer. Mag ook. 1000 euro geboden. 1000 euro? 1000 euro. Ah, 1100? 1200? Nee? Je durft niet, hè? Je gaat hem gewoon af laten pakken. Lafaard. 1100 euro. Zullen we gewoon afhameren? Ja, heeft je kans gehad. Verkocht, 1100 euro. 1100 euro. Geweldig. Mooi. Nou, Raymond, wat heb jij? Ik heb een waardebon voor een tuinrenovatie namens Showtuin Nederland ter waarde van 500 euro. Zo, dat is lekker. Er staat nog steeds een diner van de burgemeester, maar het gaat om de Showtuin. Dus showtuin. Een Showtuin. Zullen we beginnen met een tuinrenovatie? Nou, die kunnen we wel gebruiken, hè? 200 euro. 200 euro, suus. Heel goed. Oh, sorry, mag niet. Laten we 250. Wie 300 hiervoor? 300. Tuinrenovatie, dat is echt duur, jongens, tuin. 350. Ik zoek 400. 400 hiervoor, 450. Ik zoek 500 euro voor een tuinrenovatie. Wie oh wie? Ja, hier? Als je zo doet, heb je geboden, hè? Huh? 500 euro, ja? Nee? 450, daar ergens. 500 euro? Achterin. Rest. Daar, ja, 500 achterin. Hebben ze? 550 zoek ik. 550. Wie oh wie oh wie? 550 voor een schitterende tuin. Het is minstens 600 euro waar. Of 500. Nou. Waar? Oh ja, rechts. Daar bij de deur. Rechts bij de deur. Bij de deur. Oh daar, dat kun je echt niet zien. 600. Harde zwaaien. 650. Oh, we hadden al 650. 700. 700. 750 zoek ik. Wie oh wie. 750 euro voor een schitterende tuinrenovatie. Denk aan de biodiversiteit, dames en heren. Die kan wel een zetje gebruiken. 750 euro. Niemand. Ja, ja daar. 750 euro. 800 zoek ik. Overheen. 750 daar bij de paal. Zullen we hem doen? Ik vind hem leuk. 750 euro voor die meneer daar. Ja, wat heb jij eigenlijk aan? Een soort sportieve combinatie. Mooi, dankjewel. Supergoed, dank. Goed, dan hebben we als volgt een week een appartement voor 6 personen in Torremolinos. Wauw. Oh, heerlijk. Wat genieten. Een week erbij. Torremolinos. Oh. Wie wil dat niet? 400 euro, een koopje. 400 euro is niks. 400 hebben we. 1000 euro. 1000 euro. 1000 hebben we. Wie wil er 1100? Weekje Torremolinos voor 4 personen. 1100 euro zoek ik. 1100 euro. 6 personen. Bijna gratis, dames en heren. 1100 euro. Wie? Niemand in Torremolinos?
Ja. 1100 bij de paal. 1200. Je hebben 13. 14. Je bent hem kwijt, hè? Joho. Je bent hem kwijt. 14. 1400. 15. Ja, je wil erheen, zie ik. Of is het je ex-vrouw dat je gewoon zit te overbieden? Ja, dat... 1400 bij de paal. 1500. Had je al 15? 16? 14? Kan mij het schelen. 14? 15? Ja? Nee, 1400 heb ik daar. Iemand meer dan 1400 euro. Dus gewoon 3 tientjes per persoon, dames en heren. Laatste kans, kom maar. Niemand meer dan 1400 euro. Dat doen we hem gewoon. Ik vind het een geweldig bedrag. Andermaal. Gefeliciteerd. Supergoed. Mooi. Eén kleine tip. De laatste keer dat ik in Tormolinos was voor een opname, moest je echt schoenen aan, want je brandt je voeten kapot, hè? Klimaatverandering, het is echt bloody hot, dus succes. We hebben hem geveild, dus wij zijn eraf. Mooi. We zijn door dit blok heen, geloof ik, hè? Wat heerlijk. Waar zijn we gekomen? We gaan hier even van bijkomen, dames en heren. Jullie krijgen weer 10 minuten pauze en daarna gaan wij door met het volgende interview. Geniet ervan, tot zo. Ja. En eigenlijk wist ik meteen dat er een teamgenoot van mij met zijn familie daar woonde. Dus het was schrikken en horen hoe het is. En vanaf dat moment gaat het allemaal heel snel en hoop je op andere berichten en hoop je op goed nieuws. Maar dat is vreselijk. Want dan krijg je fout nieuws? Ja, dan krijg je vervolgens het vervelende nieuws dat ze hem niet kunnen vinden, dat het lang duurt. Ja, dat is vreselijk. En die teamgenoot is er naartoe gegaan om te helpen waar die kon. Ja, dat is heel mooi. Toen hoorde ik van AZC dat ze wat acties hadden bedacht. En dat was alleen maar goed en mooi en fijn dat we iets kunnen doen. Dat is, en hoe ontstond dat ding dat, van dat iets kunnen doen? Ja, nou, volgens mij wat de voorzitter net zojuist zei was dat het een idee was van de owner van hoe kunnen jullie helpen. Nou, vervolgens is het balletje gaan rollen bij vrijwilligers van AZC. Gaan we spullen inzamelen en volgens mij bij de jongens van het eerste van kunnen we misschien een peiling doen. En vanuit daaruit is volgens mij dit gekomen en dat vind ik echt niet normaal, dat vind ik echt mooi. En wat ging jij dan specifiek doen? Nou, ik ben hier om te helpen met bedienen voor het drinken. En ik heb wat mijn steentje kunnen bijdragen bij de inzamelingsactie. Dus het ontvangen van spullen en in dozen doen. Eerst splitsen van mannen, vrouwen, kinderen. Want er gaan natuurlijk zoveel spullen naartoe. Dus daar heb ik geholpen wat ik kon doen. En hoe raakt je dit? Sorry, wat zei je? Hoe raakt je deze scène dan? Ja, ik vond het echt doen me heel veel. Als ik aan het begin van de avond zie dat de familie, hoe verdriet daar nog zit, wat natuurlijk heel normaal is en heel logisch is, maar dan krijg je gewoon kippenvel. Het is heel mooi dat zoveel mensen bij elkaar zijn gekomen om te helpen, een steentje bijdragen, geld te doneren. Dat doen we heel veel. Ja. Nou, dankjewel. Ja, geen probleem. Jumas is op zijn 10e al lid geworden bij AC. Is ook van mijn lichting. Slatin heeft bij AZC gespeeld. De kinderen van Jumas, Esra is lid geweest. Kenan heeft gespeeld bij AC. En ook Nes, de zoon van Slatin, heeft bij AC gespeeld. En op dit moment Onua en Jem vroeger ook nog, die hebben ook allemaal bij AC gespeeld. Dus de familie Keuze hoort al tientallen jaren bij onze vereniging. Wat doet jou dit? Blijft het bij? Wat doet jou dit? Ik zie het ook aan je, ik hoor het ook aan je. Ik sprak ook net met de burgemeester, het kan niet bij deze avond alleen blijven. Gaat de voetbalclub nog meerdere initiatieven ontplooien? Nou, er zijn wel wat ideeën. Maar om heel eerlijk te zijn, is het nu al als een... Het is al prachtig wat gebeurt. Een soort wervelwind gegaan. En ik ben al... als voorzitter van de vereniging gewoon ontzettend trots wat iedereen allemaal al hier gedaan heeft. Gaat het nog weer gebeuren? Ja, het zou best kunnen. Maar op dit moment kan ik daar nog niet zo heel veel van zeggen. Behalve dat we plannen hebben voor een soort herdenkingstoernooi voor... verder laten we maar even rustig gaan bekijken. Ja. Tot slot Patrick, wat mij opviel naast AZC uiteraard aanwezig hier, ook de aanwezigheid van andere Zutphense, Warnsveldse voetbalverenigingen. Ja. Dat doet ook wat. Nou ja, ik heb het ook nog aangehaald.
Ja, prachtig. We zijn de actie gestart en alle andere Zutphense voetbalverenigingen hebben ons gewoon ondersteund en zijn hier ook vanavond vertegenwoordigd. Ja, dat is mooi dat je met z'n allen de schouders eronder zet in plaats van elkaar alleen maar bestrijden. Dus dat vind ik echt vind ik prachtig en daar ben ik dankbaar voor. Tot slot, ik richt me nog even tot de kijkers ook thuis. Op Facebook live ook te zien, uiteraard, de website. Onder in beeld het bankrekeningnummer waar u op kan storten. En ik zou zeggen, aarzel niet. Het klinkt gek, maar ik wens jou toch nog een hele mooie avond. En ik dank jou voor het feit dat je even voor de camera wilde komen. Graag gedaan, dankjewel Wilco. Goeiedag, waar staan we nu? Ja, wij staan in de buitensoos van Hanshof. En wat doen we hier? Ja, op een benefietavond voor Zutphen Helpt Hatay. En hoe is dat tot stand gekomen? Ja, dat is een, niet een heel lang verhaal. Het is eigenlijk een heel kort verhaal. Het is eigenlijk begonnen met het drama wat onze voetbalvereniging ACC overkomen is. Met veel leden die betrokken zijn bij de vereniging. Waarvan er helaas ook één is overleden. Betrokken? En toen zijn we eigenlijk in actie gekomen. Een aantal teams zijn in actie gekomen. En dat werd groter en groter. En toen kwam eigenlijk het idee om nog groter te gaan naar de buitensoos. Om echt een benefietavond op te zetten. Nou, en heeft de gemeente Zutphen is daar ook bij aangesloten. Moskee Barbaros is aangesloten. Heel veel verenigingen, scholen, het is heel groot geworden. En nu het zo groot is geworden, dan heb je op een gegeven moment gewoon verschillende mensen die zich aanmelden. Sorry? Je hebt verschillende mensen die zich aanmelden en vervolgens zeggen ik wil ook wel wat gaan. Ja, het is echt een vlek die zich steeds verder uitspreidt. We zijn natuurlijk begonnen bij AZC om bedrijven, sponsoren binnen onze eigen club te benaderen om wat voor een veiling beschikbaar te stellen. Nou, dat werden zoveel bedrijven dat we zeiden dat kunnen we niet meer doen in de kantine. Nou, toen zijn we hier naartoe gegaan, toen hebben we het weer kenbaar gemaakt via de socials, via de website. Nou, het is nu, als we nu met alle producten die we hebben binnengekregen, als we dat willen veilen, dan zijn we echt drie avonden bezig. Ja. Zoveel artikelen zijn er. Ja. Want er is ook al eerder een benefiet geweest, afgelopen donderdag is dat? Nee. Nee, wat was er dan? Nee, donderdag was niks. We hebben de zondag daarvoor in de kantine van AZC hebben een veiling gehouden. Ja. Toen kwam het idee om het op die donderdag in de buitenstad te doen. Oké, kijk. Maar toen hebben we bedacht van laten we iets meer tijd nemen, zodat we het nog professioneler op kunnen zetten. Nog professioneler, oké. Ja, en dat heeft geresulteerd in deze fantastische avond. Oké. Ja. En dan zeg je fantastisch, wat roept jou het beeld van fantastisch op? Nou, dat zoveel mensen hun medeleven tonen door hier te zijn. Omdat eigenlijk het eerste doel was om de familie te ondersteunen. Om te laten zien dat wij als voetbalvereniging AZC, maar als hele Zutphense gemeenschap, gewoon achter die mensen staan. En het andere ding is dat we gewoon heel veel geld in willen samelen. Zodat ze daar in dat gebied gewoon weer een toekomst op kunnen bouwen. Want daar gaat het om. En wat zou je daarover willen zeggen? Nou, dat dat nu goed gaat. En dat we vanavond nog heel veel mensen willen laten bieden op heel veel kavels. Dat we een online veiling hebben. Dat er volgens mij onder in beeld van dit programma van jullie ook een rekeningnummer staat waar mensen kunnen doneren. Het komt allemaal terecht bij Stichting Zutphen Helpt Hatay. Nou, en daar gaan we gewoon de juiste dingen mee doen om de mensen daar te helpen. En nu wil ik je eigenlijk heel graag bedanken. Nou, ik wil jullie bedanken voor de medewerking aan deze avond. Hartstikke fijn, dankjewel. Dames en heren, welkom terug. Geef ze nog een heel groot applaus. Dankjewel jongens. De pindaklappers. Mooi. Pak even allemaal weer lekker je plek. Want ik neem jullie even mee naar het nou weer een behoorlijke tijd terug. Ik wacht weer even tot het een beetje stil is. Naar een flink aantal dagen geleden alweer.
We zaten thuis eigenlijk allemaal, tenminste dat neem ik zomaar aan, redelijk verbijsterd te kijken naar de beelden die binnenkwamen uit Turkije en Syrië. En terwijl wij hier zaten, was er al een groot team in Nederland in actie. En luttele uren na de ramp steeg er al een vliegtuig op met meer dan 60 reddingwerkers en honden om in Syrië en Turkije zo snel mogelijk hulp te gaan verlenen. Ik geloof het Nederlandse team voornamelijk in Turkije. USAR heb ik het over. En iemand die daarbij was, en die is hier en die woont ook in Zutphen. En ik ben heel blij dat ik even met hem kan praten. Groot applaus voor Job Heijnen. Ja, Job. Zo. Ja, dit is heel goed. Mensen leren hier snel. Hey Job, misschien eerst maar even, wat is jouw rol binnen USAR? Ik ben eigenlijk gewoon de woordvoerder, de media officer, zoals ze dat binnen het team dan... Dat is ook echt wel nodig. Dan denk je, jullie zijn gewoon aan het werk, maar ondertussen. Ja, je ziet dat iedereen in Nederland wil weten wat er is gebeurd, wat we daar zien, wat we daar doen. En juist om de reddingsgroepen dan gewoon volledig het gebied in te kunnen sturen, kan ik de mensen thuis vertellen wat we zien, wat we meemaken. Nou, laten we daar nu ook gebruik van maken, want wat je als standaardzin ongeveer bij jullie hoort altijd, iedereen laat alles uit zijn handen vallen en rent naar Schiphol. Hoe gaat dat in zijn werk? Dan wordt er gebeld, een echte ramp, we moeten in actie komen. Sommige mensen kunnen niet zomaar weg, maar dat kan dus wel. Ja, uiteindelijk wel. Ja, we zijn vrijwilligers. We hebben wel een contract met ons eigen werk, zeg maar, dat we weg kunnen op zo'n moment. Ja. Maar het gaat wel heel snel. Dus ik zat gewoon op kantoor. En dan heb je 5 minuutjes om je mailbox dicht te zetten en je agenda leeg te gooien. Ja. En dan ga je. En heb je altijd een tas bij je met spullen? Die is standaard, want je weet niet wanneer waar wat gebeurt. Dus. Nee, we moeten eigenlijk altijd binnen een paar uur op het vliegveld zijn. Dus mijn tas die lag ook gewoon hier in Zutphen in de kelder. Ja. En dan pak je snel... nog wat onderbroek en een tandenborstel in. Ja. En, meer heb je ook niet nodig, toch? Nee, meer heb je niet nodig. Je moet gewoon aan het werk. En dan ga je op pad. Ja. Ja. En dan kom je daar aan en je bent er misschien een beetje gewend, maar zo'n ramp hadden jullie ook nog niet eerder gezien, denk ik. Nee, we zijn als team USAR, we bestaan nu bijna 20 jaar. We zijn ook in Haiti geweest, in Nepal. Ik ben zelf ook in Beirut geweest na de explosie in de haven. Dat is ook verschrikkelijk. Dus echt al wat gezien, maar wat we hier aantroffen, zo'n groot gebied en zo zwaar getroffen, dat gaat je verbeelding, daar kun je niet bij eigenlijk. Dat moet je dan ook maar niet doen, want je moet... Nee. Beginnen. Ja. En dat hebben we allemaal gezien hoe dapper jullie ook keuzes moesten maken waarvan ik blij was ik ze niet hoefde te maken. Ja. Jullie hebben 12 mensen weten te redden. Dat klinkt weinig, maar voor elk persoon heb je heel veel werk moeten verzetten en ook eigenlijk steeds weer je eigen leven in de waagschaal moeten stellen. Ja, sommige momenten wel. Sommige reddingen gingen wat sneller. Er zaten hele moeilijke bij. En inderdaad die hele moeilijke keuzes dat we soms ook aan plekken voorbij gingen. Ja. Wel goed om te zeggen, dat we waren uiteindelijk met 90 reddingsteams een beetje tegelijk in het gebied bezig. Dus als er soms wat complexere klussen waren, dan kwam het ook voor dat een ander land dan de dag daarna... Bel je gewoon even naar Canada, doen jullie dit en dan Australië, door. Indonesië, Korea, ze waren er allemaal. Dat is ook mooi, hè? Ik zeg het wel eens bij de Vierdaagse op een mooie manier. Hè? Dat is een soort wereldvrede. Mm-hmm. Maar jullie werken ook, het maakt niet uit waar je vandaan komt. Je pakt gewoon aan en je doet het. Je ziet dat zelfs de reddingsteams uit Rusland en Oekraïne ook allebei in het gewoon gebied aan het werk waren. Op dat moment, je bent er voor je medemens en de rest maakt eigenlijk even helemaal niks uit. En heb je heel veel dagen bijna non-stop doorgebeuld. En op een gegeven moment komt het punt dat je ook weer moet zeggen, nu heeft langer blijven eigenlijk niet zoveel zin meer. Dan ga je weer weg, ook omdat de honden uitgeput raken, noem maar op. Dus hoe is dat dan weer om te zeggen, nu ga ik weer naar dat landje waar alles perfect geregeld is. We piepen wel een beetje over de energieprijzen, maar wij wonen ongeveer in het paradijs. En dan moet je weer weg. Dat is gek, hè? Ja. Het was ook wel, het is ook iets wat je op de been houdt als team. Het besef dat je weer naar huis gaat na anderhalve week en weer in zo'n... veilige situatie als hier in Zutphen terugkomt. Kan je dat dan nog handelen? Of denk je dan ook, zeg je tegen je buur, zeur niet zo, mens. Ik zeg het thuis wel eens hoor. Weet je? Ja, het is, ik merk zelf dat het nog wel wennen is. Ik ben nog best wel moe. Ja. Het gekste was vooral de stilte. We hebben daar anderhalve week gezeten. De eerste nacht hebben we doorgewerkt dat we er waren. Dus vanaf het moment dat ik maandagochtend uit bed kwam, ben ik pas dinsdagavond een keer voor 3 uurtjes gaan slapen. Mm. En die aggregaten gaan daar dag en nacht door. Dus je ligt dag en nacht in de dreigende motorherrie, lawaai en activiteit. Ja. En is hier ineens stil. Dat is echt zo raar. Ja. Ben je een beetje geland weer? Kan je de ellende ook daar laten? Want het is ook... Mm-hmm. Het is gewoon niet te bevatten.
Nee, we houden elkaar goed in de gaten. Dus er is ook een traumapsycholoog die ons team heeft opgevangen. Maar we werken ook met buddies. Dus we zijn allemaal aan een USAR-maatje gekoppeld. Heel goed. En in die week zelf kijk je van hoe heb je geslapen? Ben je al naar het toilet geweest? Ja. Heb je gegeten? Nou, dat. En ook nu zijn we nog iedere dag met elkaar even aan het appen, bellen. Ja. Slaap je al wat beter? Heb je wat rust in de kop? Ik heb eigenlijk nog één vraag voor je. Heb jij nou, we weten het allemaal een beetje, heb je nou gezien wat er nodig is? We weten allemaal tenten en verwarming en voedsel en hygiëneproducten en medicijnen en maar geestelijke bijstand ook nodig. Ja. Heb je nog andere dingen die je zegt van dat moet echt gebeuren? Nee, ik denk dat dat wel hele belangrijke dingen zijn. Wij hebben dat ook achtergelaten, onze tenten en onze spullen, die zijn daar blijven staan. Mooi. Die kunnen de mensen veel beter gebruiken. Ja. Maar het zal hem inderdaad vooral in onderdak, in hygiëne zitten. Verder, wat wel mooi is om te zeggen en te zien, is dat er vanuit Turkije zelf ook zoveel hulp op gang kwam. Hè. Vrijwilligers uit het hele land, echt niets was te geven. Nee. Dat is echt indrukwekkend. Maar moet toch ook? Als we nu niet in actie komen, dan ben je als mensheid ook een beetje verloren, toch? Nee, dat is wel zo. Maar als ik kijk, als USA-team hebben wij landen meegemaakt waar de veerkracht en die samenwerking echt niet zo groot was als in Turkije. Dat is fijn. Dat is echt indrukwekkend. Er moet daar heel veel gebeuren. Dus. Zeker. Ik ga jou enorm bedanken voor je prachtige werk en ik denk de zaal ook. Dankjewel. Joch, mooi. Ja. Ik denk dat dat een goed moment is, dames en heren. Zullen we naar wat muziek gaan luisteren? Want dan heb je even een moment ook boven om even je gedachten de vrije loop te laten. Of misschien even te proberen om helemaal aan niks te denken. En wij dachten, laten we nou eens iemand uit Zutphen vragen die gewoon heel mooi kan zingen. Dus geniet van niemand minder dan Sterrenkoning. Goedenavond allemaal. Ik ga het nummer Sweet Goodbye zingen. Een vertaling daarvan die ik een tijdje terug al heb geschreven. En ik denk dat ik namens een heel veel mensen hier wel kan zeggen dat ons hart een klein beetje brak toen we de pijn en de emoties voelden van daarboven. En dit nummer, met dit nummer wil ik eigenlijk zeggen namens iedereen dat we heel graag als een familie om jullie heen willen staan. En daar gaat dit nummer ook over. Je slaapt niet en alles verandert, moet door, maar je weet nog niet hoe. Je verloor iets wat je niet kan vervangen, gedachtes die maken je moe. Afscheidstranen zijn bitterzoet. Ik hoop dat je mij vertrouwt, dat je toch blijft dromen waar je zo van houdt. En blijf je jezelf trouw, oh, kom nu maar naar huis, ik hou je stevig vast en help je door de nacht. Ik help je door de nacht. De ochtend, zon schijnt haar licht en het leven dat lacht je weer toe. Geef en neem, want de liefde die wint en hou vast aan je eigen gevoel. Afscheidstranen zijn bitterzoet. Ik hoop dat je mij vertrouwt, dat je toch blijft dromen waar je zo van houdt. En blijf je jezelf trouw, oh, kom nu maar naar huis, ik hou je stevig vast en help je door de nacht. Ja, je zal de liefde vinden, ook al is er 's nachts geen licht. Je kan leren van je fouten, zo kom je terug in evenwicht. Wat ben je meer dan het verleden? Je hebt je liefde en je leven en zoveel om te geven. Maar nu zijn afscheidstranen
bitterzoet. Ik hoop dat je mij vertrouwt, dat je toch blijft dromen waar je zo van houdt. En blijf je jezelf trouw. Oh, kom nu maar naar huis, ik hou je stevig vast. Ik hoop dat je mij vertrouwt, dat je toch blijft dromen waar je zo van houdt. En blijf je jezelf trouw. Oh, kom nu maar naar huis, ik hou je stevig vast. En ik help je door de nacht. Dank jullie wel. Nou, Sterre, dank je wel. Dat is heel mooi. Ja, kom maar naar huis. Zou dat mooi zijn als dat kon, hè? Zullen we er een... rustig moment, dames en heren. Zullen we er een klein stukje poëzie achteraan doen? Lijkt mij ook goed. Ik vraag u volledige aandacht voor Piotr. Dank jullie wel. Ik heb een poosje geleden een tekst geschreven. Toen het met een aantal mensen uit mijn eigen omgeving heel slecht ging. En ik me eigenlijk compleet machteloos voelde. En dat gevoel bekroop me nu weer rondom deze ramp. En ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Dat we wel iets willen doen, maar misschien soms ook niet weten hoe of wat. Ik denk dat het in ieder geval heel mooi is dat we hier met z'n allen samen zijn en het steentje bijdragen dat we kunnen bijdragen. Ik wil de tekst graag aan jullie voorlezen. Het heet Kon ik maar. Ik zat op school met een paar toetsen om me druk te maken. Ik dacht dat grote mensen allemaal gelukkig waren. Nu lijkt het af en toe nog wel het tegendeel. Elke dierbare met pijn, dat is er één te veel. Ik wil ze helpen, al kan ik niet alle lasten dragen. Mag niet tekort schieten, ik kan nu geen krachten sparen. Het spijt me dat ik zelf altijd werken moet. Ik ben eigenlijk nog steeds naar mezelf op zoek. Ik kan alleen maar bidden, ik voel me machteloos. Elke dag vertrouwen, kijk nog steeds elke nacht omhoog. Ik weet ook niet waarom, ik wil het God vragen. Wat hij begonnen is, dat zal hij niet meer loslaten. Maar is het leven hier op aarde soms te mooi om waar te zijn? Of te waar om mooi te zijn? Geen rozengeur en maneschijn, het is oneerlijk. De zwaksten krijgen soms de hardste klappen van de wereld. Zoveel pijn en veel verdriet. Als alles tegen zit, heb je de vijanden nog lief? Of wil je iedereen vervloeken, jezelf daarbij het liefst? Ik voel de pijn als ik echt met de mensen praat. En ik voel me bijna schuldig als het zo goed met mezelf gaat. Dus ik wil helpen. Weet niet hoe, maar ik ben vastberaden. Maar zoveel dingen gaan verkeerd. Het maakt me bang voor later. Misschien dat alles wel gebeurt met een reden. En dat ik het pas snap in een volgend leven. Dankjewel. Wel, man. Ja. Hoe komt dat de zaal in? Doe het licht maar weer aan, hoor. We gaan zo jullie achterzakken weer leegkloppen, maar dit was even een mooi intermezzo, toch? Ja. Zullen we wel het gaan veilen, dames en heren? Uiteindelijk hebben ze daar in Turkije het meest aan. Dus ik ga de Wiemar er weer bij vragen. En de twee veilingmannen, waar zijn jullie? Twee mooie bijdragers, hè? Ik kijk even naar jullie, dat was fijn. Ja. Je moet af en toe even dingen kanaliseren. En hoe vond je het, Wiemar? Ik vond het heel mooi. Ja. En ik denk ook maar even, omarmend kijk ik toch maar even naar boven. Ja. We gaan veilen, hè? We gaan veilen. Zullen we weer enige kant in de zaal zien te krijgen, dames en heren? Dan gaan we gewoon rap door de volgende 6 veiling-items heen. En er zitten hele mooie dingen tussen. Waar gaan we mee starten, Wiemar? We gaan starten met een Jura koffiemachine. Wauw. Dankjewel, zeg ik. Ja. Want hij komt van de Pelikaan. Nou, wie kent de Pelikaan niet, zou ik haast zeggen. Ja, ik wel. Ik ook namelijk. Ik ook. Maar het gaat dus over een koffiemachine. Ja. Ja, hij staat daar. Kijk, en je krijgt dus je kan het zien. En je krijgt er ook een zak koffie bij, dat is ook leuk. Ja, en ik zeg er even bij, hè.
Als je hem in de winkel haalt, betaal je €749 voor die koffiemachine. Dus ik zeg... €50 kan er wel af, toch? Erop, toch? Beginnen we bij €700? Beginnen we bij €700. €700 voor eenmaal gewoon €700. We gaan naar €750 voor een schitterende koffiemachine. En we gaan naar €800. €700. Je kunt hem ook gewoon op kantoor zetten, hè? Want daar maakt hij ook die koffie hartstikke lekker. €850 hebben we. €1000 hoor ik daar achter in de zaal. Lekker, en dan gaan we door naar... En één klap naar €1100, want dat is echt waar. Dat is een supergoeie machine. Kom maar op. €1100. Wie, oh, wie, oh, wie? Ja, ik zie daar €1100. Hartstikke hiervoor mooi. €1100, €1200 zoeken we. €1200. Ik kijk nog even achter in de zaal. €1200 voor deze fantastische koffiemachine. En ieder kopje smaakt beter als je deze gekocht hebt. Ja, die gaat echt goed. €1100 hebben we hier. €1200 zoeken we. Dat moet nog wel ergens kunnen, toch? €1200. Je drinkt elke dag koffie. Ja, ik zie hier, daar zie ik €1200. Gaan we naar 13? 1300 ergens hier? Er wordt nog druk overlegd. €1300 zoeken we. Ik zie hem, €1300. Wie, oh, wie, oh, wie. En daar komt hij. Ja, 1300? We gaan naar 1200. 1200 zit daar. 1 maal 1200. We gaan naar 2 maal 1200. Niemand meer dan €1200 voor die schitterende machine. 3 maal 1200. Ja, hoor ik een ja? Nee, iemand praat gewoon belachelijk 3 maal 1200 en hij is verkocht. Hij is verkocht. Daar. Helemaal goed. Dankjewel. Gefeliciteerd. Mooi. Even een tussenstandje. Het gaat lekker hoor. Het gaat goed, hè? Ja, er komt een hoop heel goed. Poen binnen. Dat hebben we graag. En ik zal je nog één ding, heb ik beloofd dat ik dat even zal zeggen. Dus ik zit weer je programma eventjes te doorbreken. Doe maar. Maar... Ja, mijn vrouw die zit hier ook. En die is degene die natuurlijk zometeen het belangrijkste werk moet doen... op het moment dat we die burgemeester aan het koken zetten. Nou, we doen het samen hoor. Dat is leuk. Ja. Maar nou was er iemand... en die was net van de ChristenUnie, die zitten daar. Ja. En die waren net... zaten die van, nou, nu past het niet meer in de kas. Maar die €1100, die konden ze toch ook bieden. En nou heeft mevrouw geregeld dat we ook... bij hun gaan eten. Dus we hebben even twee keer een diner. Een burgemeestersdinertje van €1100. En dan gaan we... Sorry. En we gaan... En Burgerbelang doet mee. En alle gemeenteraadsleden die hier zijn... En het leuke mee, is... Wij gaan die mensen voor ze die komen. Eerst geboden hebben, die komen op dag 1. En jullie krijgen voor €1200 de kliekjes. Dat is echt zo heerlijk. Dus ja, een supergoeie deal. Mooi. We gaan naar een Velux dakraam. Oh... En dat is inclusief installatie. Zo. En ik zeg er maar even bij. Hè. We zijn allemaal bezig met isolatie. Verduurzamen. En, verduurzamen enzovoort. Ja. Als je nou licht wil en verduurzaming, zeg ik, bieden. Echt bieden. Wat kost dat ding? Dit is, hij staat daar op het scherm. Het is een waarde van €1350. Als u hem gewoon in uw verbouwing van uw huis meeneemt, dan betaalt u minimaal €1350. En daarom beginnen we vanavond op €700. Wie biedt voor €700? Voor een schitterend dakraam. Het is bijna ik gratis. Zie daar een dakraam voor je, bij u in huis. Heb je al een bod? Waar? €700. Het is top. Is, €800 gaan we meteen naartoe. En het is een buitengewoon... Bijzondere, het is een bijzondere veiling, want de burgemeester staat in Zutphen een dakraam te veilen. Ik weet niet of u weet hoe dat gaat met vergunningen, maar... €800. Als u hoger gaat, dan beloof ik u persoonlijke, hoe noem je dat, hulp bij de vergunningen. Oh, nee. Nee, absoluut geen persoonlijke hulp van de burgemeester bij... Wie maar, je nee, kan... maar ik ga hem ook niet zelf installeren. Het gaat over de vergunning verlenen. Je kan wel aanbieden dat jij persoonlijk het dakraam komt openen. Ik kom persoonlijk het dakraam openen. €800, 900. Het. 900 hier. €900. 1000. We zoeken €1000. Daarboven 1000. 1100. Hebben we hier 1200. Hij is gaan zitten, dat is een slecht teken. 1200 heb ik hier aan 1200 hier beneden. €1300 zoeken we voor een schitterend dakraam. Jongens, hij moet toch minimaal voor 1350 weg. 1350. Jullie zitten nu nog onder de kostprijs. Iedereen wil toch een raam in zijn dak. Kom op. Heb je licht? €1200 zitten we. Je kan naar de hemel kijken als je eronder ligt. Echt niet, daarboven €1300 kun je uitschelen. €1300. Ja hoor. Wat zeg je? 1350.
1400 aan deze tafel. 1400. We zitten op de basisprijzen. Dat is het absolute minimum wat je ervoor zou betalen als je hem echt koopt. 1400 dus euro 1450, zeg ik. 1450, wie? We gaan voor 1401 maal. We gaan voor... Ja. Oh, ja, we gaan voor 1450. Daar? 1450. 1450. We kijken 15? Naar de 1500. 1500 aan deze tafel. 1550. 1600. Ja, 1650. Het kan er echt makkelijk vanaf. 1650. 2400. 17. Harm, rustig. 1700 euro. 1700 euro. Ik kijk even rond. 1700. Ik gun het ermee. Was het eerste 1700. 1700 eenmaal. 1700 tweemaal. 1701 verkocht. Mooi. Heel goed. Dankjewel. Gefeliciteerd. De burgemeester komt het raam bij je openen en mogen er veel licht gaan schijnen in je donkere leven. Zo. Luc, kom erbij. Nou, deze schipper ken ik persoonlijk. Het startbord vind ik nog wel wat laag van 200 euro. Dus ik wil eigenlijk beginnen bij 600 euro. Maar wat dus is het? Het is een luxe sloepvaart in Zutphen op de IJssel voor 12 personen inclusief drankjes. Nou, ruim hier. Anderhalf uur en ik denk dat hij er wel 2 uur van maakt. Dus we beginnen bij 600 euro. 600 euro geboden. 650. 700. 750. 750. Schitterende sloepvaart. 750. 800 zoek ik. 800 geboden. 800 daar. 850, 900, 59. Ik ga naar 1000 euro hiervoor. 1100 zoek ik. 1100 hier. 1200 zoek ik hiervoor. Gaat goed bij de ijsjes. 1300 erachter. 1300, 1400. Ik zoek 1500 euro. 1500. Nee, je had hem al, 14. Rechts. 1500, waar? 1500 euro, daar. Heel goed. 1600 zoek ik. 16 hier. 17. Nee, ik zie 1600 hier. 1600. Ik zoek 1700 euro. Wie? 1700 euro. Dan gaat hij naar die tafel. 1600 euro eenmaal. Nee, hier, daar. 1600 tweemaal. Ja, 1700. Zij had 1600. Je zegt van alles, maar niemand hoort je. 1600, 1650. Wie biedt 1650? 1650, daar. Niet. 1600 hier. Eenmaal, 16, tweemaal. Allerlaatste kans. Superleuk uitje. Kan heel lang worden als je de weg kwijtraakt. Dan gaat hij naar jou. 1600. Verkocht. Gefeliciteerd. Mooi. Heerlijk hoor. Wat is dit? Het stofferen van een dichte trap met het luxe tapijt. Wow. Met een totaalwaarde van tenminste 750 euro. Het startbord beginnen we mee met 400 euro. Wie 400 euro voor een nieuwe trapbekleding. Dat willen we allemaal, want het ziet bij de gemiddelde huishoudens er niet uit. Dus denk even aan je trap, schaam je een beetje en bied. 400 euro waar voor een nieuwe trapbekleding. Wie? Die mensen wonen allemaal in luxe begaande grondvilla's. 400 euro, wie. Eenmaal heel goed, dankjewel. 450 zoeken we voor een nieuwe trapbekleding. 450, wie. 450. Dat is niet zo'n heel gewild. 450 hier vooraan, lekker. 500 daarachter. Ja hoor, 550, 6. 600, ja hoor. 650, 7. Niet, waarom niet? Je was net halverwege die trap, kom op. 700 kan er nog wel af hoor. 750. 750. Nee, geef je het op? Jeetje, zij is veel ouder. Jij kan veel langer van die trap genieten. Kom op nou. 750. 800 euro zoeken we. Of 750 zoeken we. 750. Wie? Achterin. Oh, leuk. 800 zoeken we. Hier. 800 euro. Ja hoor. 850. Ja, 900. Ja hoor. 59. Jawel. Ja hoor. Je bent nou begonnen. Nee, gewoon een beetje haar of kosten jagen. Gaat lekker. 900 heb je, 900. Nee, 59. Heel goed, houd bij, hè. 59, niemand 1000 euro. Gewoon maak die trap even rond. 1000 euro achterin. Eenmaal. Maar niemand, dan gaat hij naar 59, naar deze mevrouw. Heb je eindelijk je lot binnen. Het brandde in je zak. Gefeliciteerd. Een trap voor jou, mooi. Heel goed. Nou, waar gaan we naartoe? Raymond, wat heb je? De volgende is binnen of buiten schilderwerk, aangeboden door Dennis Tascobaro. Ter waarde van 1250 euro, we starten op 500 euro. 500 euro.
Is dat een goede schilder, Tasco? Ik heb bronnen gehoord dat het een vakschilder is. Kan iemand Tasco aanbevelen? Ja, is het goed? Ja, mooi. Nou, dat is heel veel waard, hè? Goede schilder. Waar beginnen we? 500 euro? 500 euro. Hier geboden, 500, 550, 6, 650, 7, 750, 8, 850, jawel, 9, 850 hier, 850, 9 hier vooraan. Ook goed op net achterin. 59, ja hoor. 1000, ja, topsalaris die interim. Ben jij gek? 1100. 1000 euro voor mevrouw de burgemeester. 1100 zoek ik, 1100 daar. 12? 1200. 13, oh gaat lekker, ik hou hiervan. 13, 1400 zoeken we. 1300 hier vooraan. Wie 1400 voor een schitterend partijtje? Kan ook een hele aantrekkelijke schilder zijn, dames, je weet het niet. Oh, nou ja, 1400. Ja, midden. Nee, 1100. Waar zaten we eigenlijk in godsnaam? 1400. 1400 hier, 15? 1500 hebben we? Ja, midden. Nee, 1500 in het midden, wie 1600 euro? Voor een heerlijk partijtje klodder aan uw huis. Niemand meer dan 1500 euro in het midden. 1 x 1500. 2 x 1500. Niemand. Allerlaatste kant, mevrouw. Echt niet? Dan is die voor jullie. Goh. Helemaal goed, gefeliciteerd. Top. Dit is mooi. Ik hoop dat jullie een verrekijker mee hebben, want ik heb hier een heel mooi beeld. Mensen achterin, ik hoop dat jullie hem kunnen zien. Zal ik hem even inleiden? Ja, je kunt... Let goed op, dames en heren. Dit is echt heel bijzonder. We hebben een heel klein, mooi bronsje van Maite Duval. En Maite Duval is niet al te lang geleden overleden. Schitterende kunstenaar die 4 huizen verder woonde dan waar ik woon, aan de Deventerweg. En het was een superleuk mens, een superblij mens. En ik denk dat je leven leuker wordt met een klein beeldje van Maite Duval. Het is een staande vrouw en het is bijzonder mooi gemaakt. Dus wil je je leven verrijken, bied op dit kavel. Waar zullen we mee beginnen? We starten vanaf 400 euro. 400 euro voor een schitterende Duval. Geboden, 450. Hier, 500. 550. 600 zoek ik. 650. 700. Precies, 700. 750 zoek ik. Hier vooraan, 750. 800 zoek ik. Hier, 850. 850, 900 zoek ik. Hier, 59. Wie, 59? 59. Niet zwaaien, hè? Je bent de echte sigaar hier vooraan. Je let totaal niet op, maar je hebt nu 950 euro geboden. Ja? Ja, nee. 900 heb ik daar. 59 zoek ik. 59, wie of wie? Een koopje, 59.000 euro. Ja, en de echte Duval, jongens, hè? Ja, komt er eens op. 1100 gaan we naartoe. 1100 voor een echte Maite Duval. 1100 euro. Wie, oh, wie, oh, wie, oh, wie. Wie, oh, wie. 1100 euro. Niemand meer dan 1000 euro. Het is gewoon meer waard al, hè? Dus je zit nu 250 euro van het goede doel af te houden daar. Dus het, zullen we maar 1250 van maken? Zullen we maar doen? Zullen we doen, gewoon doen. En dan krijg je hem ook gewoon. Eenmaal andermaal verkocht, dan niet meer 1250 euro. Dankjewel. Supergoed. Mooi. Zo, we hebben er weer 6 items doorgejakkerd, dames en heren. We hebben er nog 6 te gaan, maar eerst, en dat is eigenlijk tot nu toe mijn favoriete onderdeel van de hele avond, los van alle mooie momenten, dat zijn de checks die worden aangeboden. En we hebben er weer een paar. En ik zou zeggen, heb je een check? Kom er gewoon naar voren, de eerste. Wie wil er een check komen aanbieden aan mij? Kom maar op. Iemand die zin heeft, die komt gewoon. Kom je iets aanbieden? Ja, dan kom maar. Dus, kom maar op. Let op, daar komen ze. Bij live televisie dan heb je een zapmoment nu, maar hier is het niet zo erg. Dus, zo, kom maar hoor. Gewoon één voor één gaan we erbij langs. Hallo, hallo. Let goed op, dames en heren. En dan komen we even met de hele delegatie van AZC. Een hele delegatie van AZC? En wat hebben jullie gedaan? Nou ja, we hebben natuurlijk naast deze avond hebben we ook... Ik wacht even weer tot het helemaal stil wordt, dames en heren. Het is moeilijk, er zit een hoop drank in ondertussen, maar... Dat wordt het nooit als ik spreek.
moet je toch zo zeggen. Die had dat ja. beter puntenprogramma kunnen kopen. Dat was zo, hè? Ja, dat is jammer weer. Ooit, was het, ooit waren mensen stil als ik sprak. Ja, wanneer was dat? Heel lang geleden. Ja, ja. Nou, ga door. Nee, we hebben natuurlijk zijn we vorige week begonnen met deze actie op te zetten. Daarnaast hebben we ook heel veel dingen binnen de club georganiseerd om geld binnen te halen voor het goede doel, voor Zutveld, Hatay. Nou, dat ging van een jeugdactie wat we net op het podium hebben gehad, tot gewoon een donatie-QR-code op de website. Aha. Heel simpel, maar je weet niet wat er gebeurt. Mensen gaan gewoon doneren. Ja, mooi zo. Ik mag ook nog voorzitter zijn van een businessclub bij AZC. Heb je ook al nou, business lounges? Ja, die gaan we zo aanbieden. Oh, wat leuk! Ja. Ik heb een business lounge, maar oké, besteed. Ja, ja, ja. Daarnaast hebben we natuurlijk op zondag, maar dat kan Sven straks veel beter vertellen, want dat was de actie van het eerste elftal. Ja. En ja, misschien moet hij... Nee, beperk je maar eerst je eigen. Zal ik eerst even de club de business club. Ja, de ABC Business Club van AZC wil graag €800 doneren. Mooi, heerlijk. Het goede doel. Ja, dankjewel. Superfijn. Ik schrijf er eentje op. Kom eens naar voren, want zo meteen staan we echt in Eefde. Dus, dit is van de QR-code die op de website van AZC stond. En daar is wat is jouw functie bij de AZC? Ik ben leider verzorger van de eerste. Ah, en hoe is dat? Top. Trots op de jongens. Ja, trots op de vereniging. Ja, dat is leuk, maar dat is net te makkelijk. Hè? Er zitten ook zeikers tussen en piepers. Ja, tuurlijk, die hebben er ook tussen. En wat doe je met zo'n zeiker? De deur uitzuren. En later maar weer terugkomen. Ja, even afkoelen. Mooi. Ja, die QR-code stond erop. En hoe lang stond u erop en toen had je dit? Die stond er een week op. En toen was het, ik zie het al stiekem. Ja. Toen had je dit? Een bedrag van 4.580 euro. Wauw. Super geweldig. Mooi. Ik schrijf er even eentje door. Kom maar voor. Hoi. Hoi. Ja, jij zit in het eerste. Ja, top. Wauw, hoe lang al? Of acht of zo. Ja, echt? Ja, dan ben je echt goed, hè? Gaat hartstikke net goed. Ja, want anders word je gewoon... Ja. En wat is je positie? Verdediger. Verdediger? Ja. En wat, als je dan tegenwoordig die verdedigingen van Ajax of Feyenoord ziet, wat vind jij de beste? Wij zijn best beter. Jullie zijn gewoon beter? Absoluut. Wat heerlijk. Ja. Wat is jouw sterkste verdedigingswapen? Lekker rustig en lekker veel. Tegelijk. Tegelijk lekker rustig en lekker veel. Een soort zen, maar dan een dubbele schaar erin. En af en toe mijn beste stuk. Ja. En ben je ook iemand, ben je een prater? Nee, dat vond ik wel. Vuile stinkaanvallen, je komt er niet langs. Wat zeggen jullie tegen elkaar? Ja, hij komt er ook langs. Heerlijk vind ik dit. Kijk. Altijd een voldoende. Had je nog wat toe te voegen? Ja, altijd een voldoende. Ik vond het niet een heel bijzondere toevoeging, maar goed. Wat hebben jullie gedaan? De eerste? We vorige week zondag naar onze wedstrijd een veiling gehouden in de kantine. Ja. Ja, een beetje allemaal dit. Geweldig bedrag opgehaald. De jongens, het hele team, de begeleidingsstaf. En de hele club, de mensen die er waren, de sporters, die hebben echt hun best gedaan. We hebben een geweldig bedrag opgehaald, denk ik, van 10.801. Zo! Ja, geweldig! Ja, en het is echt heel goed. Wat zeg je? Ben je koordirigent of heb je, zat er echt iemand te zwaaien voor? Je wil bij elkaar een fotootje. Ja, tuurlijk. Zo, leuk. Knip mij er maar af. Ik sta echt overal op. Mooi. Ik wil toch nog even... Wacht even. Want familie Keuze is er. De hele club is er. Dit is echt een avond gedragen door jullie. Wat zou jij tegen iedereen willen zeggen? Nou ja, Onus zit natuurlijk bij ons in het team. Die hebben we ook gezien vlak nadat hij naar Turkije ging. Ja. Is bij ons in de kleedkamer geweest. Heeft uitgelegd wat het met hun doet. Wat het met hun familie doet. Ja. Wat hij ook ging doen. Dat hij wou helpen. We waren met het hele team... Eigenlijk de hele club echt stil van. Ja. Hartstikke knap wat hij gedaan heeft. Ik denk dat ik namens de hele club spreek dat we jullie echt een hart onder de riem willen steken. En dat dit hopelijk een beetje bijdraagt aan de heropbouw van Hatay. Nou, mooi. Dankjewel jongens. Super fijn. Voor jullie. Ja, hebben we nog meer checks? Heerlijk. Oh, vertel. De notaris grijpt in. Ik heb nog twee donaties hier ontvangen. Leuk. Eierkamp, Hans-Jaap Eierkamp heeft €1.000 gedoneerd. En zijn 06-nummer staat er ook en bij. Mooi. En... Als u Eierkamp wil bellen, dat kan op 06. 5... Ja? Ja, en we hebben er nog één. G-Music, G-Music, Gordon Groothedde, €250. Ah, dat is ook gaaf. Wat leuk. Gaaf. Mooi. Dankjewel, Gordon. Maar die gaat er ook wel weer een mooi liedje over schrijven natuurlijk. Ja, dat komt ook goed. Hoi.
Hi, Aram. Ik ben Peter van Belzen en ik wil namens... Nou, niet verklappen, hè? Nee. Waar ben je van? Ik ben van Jones & Jones in Zutten. Ons allen bekend, hoop ik. Ja. En ik wil namens mijn collega's in de straat van Living & Giving... Sille Lingerie, Huub Jansson, Bonbonnerie, Jansson Horen en Zien, Primera. En wij hebben een bedrag van 600 euro. Wauw, gaaf. Mooi, dankjewel. Wil ik nog één ding van je weten? Ja. Wacht even voor de fotograaf, die grijpt weer in. Even de check erbij. Ze zijn allemaal hetzelfde, die foto's. Ze maakt er helemaal niet uit. Ja, maar niet uit. Hey, maar toen wist je dat je hier vanavond moest komen. Hoe lang heb je nou geoefend om al die namen van die bedrijven uit je hoofd te leren? Nou, dat zijn vroeger mevrouw, je vergeet er vast een, maar dat gaat wel. Het is gewoon gelukt, hè? Goed gelukt, hoor. Ik vind het ook een leuke straat. Had ik niet verwacht. Nee, maar dat is mooi. Heel groot applaus voor jou. Dankjewel. Mooi. Zo. Nog een check. Oh, de Wiemar komt weer in actie. Dan gebeurt er weer iets. Zo. Ja, je moet oppassen, want het wordt binnenkort een keer een hacking optreden hier. Ja. Ben ik dan de Goedenavond. Ja, jij bent hacking. Wethouder hacking staat hiernaast. Wacht even, daar ga ik even zo voor staan. Is er iets leuks gebeurd, burgemeester? Ja, want ik de jeugd snapt er helemaal niks van. Dus. Nee. Dit is inderdaad een oude mannengrappen, dit. Maar ik vind het toch wel belangrijk en ook heel goed. Ja, ik ga toch weer even namens... een stilte moment vragen, want dit is een belangrijk moment. Dus laat het even helemaal stil worden. Ja, want ik mag hier namens de gemeenteraad. Ja. Er zitten een heleboel gemeenteraadsleden hier en daar in de zaal. Namens de gemeenteraad en dus eigenlijk namens alle Zutphenaren en Zutphenezen. Namens alle inwoners van de gemeente Zutphen en Warnsveld. Ja. Vanuit de gemeente een cheque aanbieden van 100.000 euro. Zo. Woe. Wel. Wauw. Nou. Jongen, jongen. Ja. Dan heb ik Chantal Jansen niet in ontvangst zien nemen. Dus, wat heerlijk, wat zijn we? We zijn door de check zijn, denk ik. Hè? Ja, nog een check. Oh, dan moeten we wel boven de 100.000, dat begrijp je. Hè? Dus komt u verder. Nee, alles is welkom. Dus het is al heel geweldig dat je er bent. Waar ben je van? Hi, goeiedag. Dennis Tasco Paran van schilderbedrijf Tasco. Ja? Ik heb 1100 euro van klanten gekregen. We hebben voor 550 aan spullen gekocht. Babyluis, maatverband, et cetera. En 650 euro doneren we. Ook nog? Ja? Wauw. Nou, geweldig. Supermooi. Let op. Ja, dank. Top. Dankjewel, man. Jeetje. Dat kan natuurlijk ook, hè. Dat mensen ook al gewoon heel veel spullen gekocht hebben en doorgestuurd. Moet ook gebeuren. Ik was nog niet klaar, maar wat fijn dat je dat even subtiel wijst op de volgende. Heerlijk. Kom erbij. Hallo. Hallo. Zo, hi. Hi. Ik had ook nog een check vanuit GGNet van de Boog. Voor onze lieve collega, Teniel. 375 euro. Nou, echt top. Jeetje. En wat doe je bij de GGZ? Ik werk als activiteitenbegeleider met forensische psychiatrie. Best wel pittige doelgroep. Ja. En Teniel die doet daar de opname. Dat is... Die kennen elkaar heel goed. Ja, topwerk. Ja. Het is wel heel fijn dat je er nu, los van die check, moet ook. Maar dat je er gewoon nu ook bent, hè? Ja, tuurlijk. Ja, dat moet het. Dus help elkaar goed. Ja, en lieve familie, ik wens jullie heel veel sterkte. Ja. Ik hou van jullie. Ja, mooi. Ja. Dankjewel. Top. Ja. Zullen we maar... We hebben nog een pauze gewoon. Zullen we die even doen? Of doen we die niet meer? Vera, doen we even een mini-pauze? We doen even een kleine pauze. Kom even lekker bij. Dan hebben we straks het laatste blok. En dan maken we de eindstand op. Dus geniet er nog even van. Tot zo. De belangrijkste rol is toezicht houden. Dus kijken of alles in goede orde verloopt. Zo'n veiling. En als het, nou, tot nog toe gaat het goed. En je ziet dat je toch een paar keer hebt moeten ingrijpen. Wel heel... rustig en vriendelijk, maar dan wordt er even gevraagd, gaat dit goed? Ja, gaat goed of nee, dat gaat niet goed. Ja. Ja. Behalve het feit dat u natuurlijk notaris bent, bent u ook woonachtig in deze mooie plaats Zutphen. Wat doet het u als mens zo'n avond? Nou ja, ik ben blij dat ik hier een, zij het bescheiden, maar toch hopelijk nuttige bijdrage aan kan leveren. En ja, er zijn meerdere mensen in mijn omgeving die hier veel dieper geraakt zijn dan ikzelf.
En dat, dat is eigenlijk veel belangrijker, hè? Om er te zijn voor die mensen. Ja, en dat bent u? Ja, natuurlijk. Ja. Door hier te zijn en door me in allerlei, op allerlei manieren te helpen. Dank u wel voor deze korte reactie. Graag gedaan. Ja. Hoe ervaar jij deze avond? Nou, weet je, ik ben natuurlijk aan het werk, maar je merkt ook dat je een soort balans moet houden. Het is zo'n erge ramp, dat hebben we allemaal gezien. Het is twee keer Nederland bijna. Er is zoveel verwoest, er is zoveel leed. En de direct betrokkenen zijn ook gewoon echt hier. Dan voel je dat, zo gauw je de dingen niet meer luchtig houdt, wordt meteen heel zwaar. Dan voel je dat het verdriet hier gewoon in de hand zelf is. En ja, dat is niet erg, dat is er ook gewoon. Maar dan moet je met elkaar ook de boel weer oppakken en zeggen, dan gaan we nu weer veilen. Want er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden. En het is gewoon een bittersweet avond. Ik zag jou ook een paar keer naar de familie Keuze kijken. Ja. En toen zag ik ook aan jou gezegd, je bent ook een mens. Mensen. Ja, het is mijn hemel. Harm Edens, wat ging er toen door jou heen? Ja, bij dat eerste nummer. Met dat eerbetoon met die Amar muziek eronder. En dan hoor je het nog beter. Het wordt zo hard gehuild op één hoofd. Door merg en been. Ja. Ja, echt. En dan, ik vind het niet professioneel om dan, het kan niet anders dat je ook verdriet voelt. Maar dat ik dan nog harder ga huilen dan de familie. Het is hun verdriet. Maar iedereen wordt geraakt. Dus het is gewoon heel erg. Tot slot, denk je dat het bij zo'n avond blijft? Ik hoorde ook de burgemeester zeggen, nee, natuurlijk ook. Er is ook morgen en er is ook overmorgen. Ja. Wat zouden we nog verder kunnen doen? Ik denk dat iedereen die echt een band heeft met de familiekeuze of met andere mensen, met banden met het rampgebied, die moeten gewoon zorgen dat het gaat jaren kosten. Hè? Zal ik straks ook afsluiten, een beetje een spoiler, maar dit is voor de directe hulp. Hè, want mensen hebben gewoon echt letterlijk helemaal niks meer. En het vriest en het regent en het is afschuwelijk. En nou, dus laten we dat proberen een beetje weg te nemen. Maar daarna begint het eerste wederopbouw in een gebied wat totaal onstabiel is. Dus dat is bijna niet te doen. Maar het leed, ik haalde net de watersnoodramp aan, 70 jaar geleden, zitten nog mensen in Zeeland met dikke tranen van mijn neefje is weggespoeld of dit is net zo erg. En in veel grotere schaal nog. Dus dit gaat in hun leven niet meer over. Dus je moet die mensen blijven vastpakken en heel veel knuffelen. Dankjewel. En ook namens ons allen dank. Ja, en jullie bedankt voor het kijken, want het is heel belangrijk. Dus dankjewel. Graag. Goeiedag, wie sta ik? Hier staat met Mirjam Radstaken, directeur van Theater Hanshof. En u kreeg op een gegeven moment een telefoontje of een mailtje. En wat stond er in dat mailtje of telefoontje? Wat kreeg je? Wij werden gebeld. Ik werd gebeld op een zaterdagochtend. En door Vera van de gemeente. Mm-hmm. En die vroeg, wil je meedoen? En ik zei natuurlijk meteen ja. Meedoen? Met Zutphen Helpt Hatay en dan dit grote evenement, deze veiling vanavond hier in de Buitensociëteit. En wat voelde je toen op het moment dat ze het daarover ging hebben? Nou, ik twijfelde geen moment. Ik wist het meteen. Dit past? Dit past. En als het niet past, dan nog wel zorgen dat het wel passend wordt. Want als je iets kunt bijdragen, en wij zijn echt heel, heel blij dat we een heel, heel, heel klein stukje kunnen bijdragen, klein steentje kunnen bijdragen, dat is gewoon heel fijn om nog iets te kunnen doen. En waarom past dit bij de Buitensociëteit? Nou, wij zijn natuurlijk een locatie die dit soort dingen vaker doet. Wij zijn het gewend. Wij hebben de snelheid om snel te kunnen schakelen. Mm-hmm. We hebben een podium om ook echt artiesten, maar ook bezoekers goed te kunnen ontvangen. Mm-hmm. En nou ja, we zijn ook een maatschappelijke organisatie, dus we willen ook heel graag maatschappelijk betrokken zijn. En je zegt wel dit soort dingen. Wat zijn dit soort dingen dan? Nou, vanavond hebben we hier een veiling, mm-hmm, voor het goede doel, voor Hatay. En het is heel fijn om te zien dat alle tafels, ze zijn hier allemaal gedekte tafels, die bezoekers kunnen kopen. Dat is ook een ruimschoots gebeurd. Bezoekers, bedrijven, vriendenclubs, gemeenteraad hebben allemaal een tafel gekocht en alle opbrengsten van vanavond gaan naar het goede doel. Ja. Nou, wil je zelf nog iets zeggen, daaraan toevoegen? Nou, ik loop al de hele avond echt met zo'n enorme soort bescheiden trots rond. En dan gaat het niet alleen over mijn eigen team, mm-hmm, maar om alle mensen die belangeloos hieraan hebben meegewerkt. Dat hele team van AZC van de voetbalclub. Wauw, wat is dat fantastisch. Die lopen hier, die zijn al zo druk geweest de afgelopen dagen. En ze lopen hier met zoveel energie en zoveel liefde en zoveel passie. Ja, ik ben nou echt oprecht. Ik krijg er kippenvel van. Ik vind het zo mooi. Een soort van pauw eigenlijk. Een soort pauwenvel. Ja. Ja, trotse pauw. Ja, eigenlijk wel. Maar dan niet zozeer op
gewoon op dat dit in zo'n korte tijd door zoveel Zutphenaren en Zutphenezen gemaakt kan worden. Nou, daar ben ik heel trots op. Dankjewel. Ja, heel graag gedaan en veel succes nog. Ja, nee, dankjewel. Ja, jij ook met vanavond afsluiten daar gewoon even. Dames en heren, welkom terug. We gaan beginnen met het laatste gedeelte van deze, ik denk, hele bijzondere en ook memorabele avond. Zoek allemaal even weer lekker je plek op. Ik heb een paar dingen die ik graag los aan jullie wil vertellen. Allereerst heel bijzonder. Ze kwamen niet een cheque aanbieden omdat die cheque er nog niet is. Maar het Isendoorn College heeft toegezegd dat ze de opbrengsten van dit jaar van hun jaarlijkse paasactie, en dat gaat meestal om duizenden euro's, dat ze die gaan geven aan Zutphen Helpt Hatay. Mooi. Ja. Dan, we kunnen hier vanavond heel makkelijk met al die bedragen gooien, want we worden top beveiligd. En dat is helemaal gratis en voor niks aangeboden door beveiligingsbedrijf Veneberg. Dank jullie wel. Ja. En ook nog even belangrijk dat als we straks klaar zijn, kijk in de hal ook even goed naar al die stands die er staan. Daar zit een kapper tussen waar je je even lekker kan laten coifferen, bijknippen, punten, dode rotzooi eruit, kan allemaal. En er zijn nog veel meer andere plekken waar je leuke dingen kan scoren en waar je ook nog een bijdrage kan leveren. Dan een, denk, bijzonder moment. Op verzoek van de familie Keuze willen we jullie toch een paar beelden laten zien van hoe de situatie daar op dit moment is.
dat je daar dan weer ergens in de verte iets van een toekomst moet gaan zien. Dat is echt een onbeschrijfelijke opgave. Ja. En dan voel je des te meer hoe belangrijk het is dat er snel zoveel mogelijk hulp komt. En dus fijn dat jullie hier zijn. Hij is echt een partykiller, hè, dit. Zullen we de laatste items gaan veilen, dames en heren? En doe nog even je uiterste best om het maximale eruit te persen. Mag ik wie maar en de andere twee heren weer naar voren vragen. En de notaris en iedereen. Want we hebben nog 6 items te gaan. En dan komen we langzamerhand bij het eindbedrag van vanavond. En ik heb nu al het gevoel dat dat een enorm indrukwekkend eindbedrag gaat zijn. Maar er kan nog meer bij. Dus jeetje, wat een beeld, jongens. Poef. Goed om te laten zien, hoor. Dank jullie wel. Ja. Er worden even wat dingen buiten mij omgeregeld, zie ik alweer. Gaan we beginnen? We gaan beginnen. Zullen we maar beginnen? We beginnen. Zeker op het moment dat er geen woorden meer zijn, kunnen we maar beter. We gaan gewoon over tot de orde van vanavond. Iedereen weet dat we de IJsselslag in Zutphen hebben. En tegelijkertijd weet ik ook dat er een heleboel van jullie geen abonnement hebben. En vanavond is je kans. Voor 4 mensen, €400 per persoon, kost dat als je normaal een zwemabonnement wil hebben. Dus het hele gezin kan mee. Voor 1 jaar zwemmen is hartstikke goed voor je. Ja. Dus ik zou zeggen, laten we eens beginnen. Wat zou je ervan vinden als we starten met een bod van €250? €250 voor 4 personen, jaar lang. Kijk, en ik... Heerlijk zwemmen. Zwemmen, €450. Ik zie in 1 oogopslag al 10 mensen waar het goed voor zou zijn, dus... Kom maar. Bied wat. We gaan €400 per persoon zwemmen. Dus dat is bij elkaar voor 4 personen €1600. Normaal betaal je voor dit abonnement. En we gaan maar eens eventjes kijken of we die richting op kunnen komen. Ook een leuk cadeau, hè? Dan koop je het hier voor een koopje. Dan geef je het weg aan iemand waar je een hekel aan hebt. Dus, zeker als je vindt dat hij dan iets aan zijn gewicht euro, doen. Wie? He, dus er staan hier 2 corpulente mannen op het podium. Dus als u twee? Zegt... Zie je er nog één? Oh, sorry. Ik bedoel... Nee, je hebt helemaal gelijk. En ik ben 3 jaar ouder dan jij, dus wat dat is jouw excuus? Nee, je bent veel jonger dan ik. Maar dus als u denkt, nou, die kunnen het ook wel gebruiken, dan geeft u dat abonnement. We hebben een bod, 250 euro, dankjewel. 250 euro, heel goed. Gaan we naar 300. We gaan naar 300 euro. Anders was het eenmaal, ja, 300 euro. Heel goed, 350. Heel goed, Eva. 350. 350. Achter 350. Ja, helemaal goed. 400. 350. Tafel daar. 400 zoeken we. Daar hebben we 400. Dankjewel. 450 zoeken wij. 450 voor een €1600 waard zijn zwemabonnement. 450. Je kunt rustig een extra biertje nemen, want met deze zwem je hem er zo weer vanaf. Niemand een leuk zwemabonnement? Ja, ik hoor hem. €400 staat hierop. €400 staat erop. 450 staat erop. 450, gaan we er één keer overheen. €500 voor dat heerlijke zwemabonnement. Wie, oh, wie, oh, wie. €450 staat hierop. €500. We gaan laatste bod. We hebben hem op 450 staan. 450 eenmaal. 450 tweemaal. Tweemaal. €500, iemand nog. Laatste kans. Alle. €1600 waard, hè? Zullen we hem doen? €450 voor. €450. Eva Boswinkel. Helemaal goed, dankjewel. En we gaan naar de tweede. De tweede. Ja. Is. Als je nou Zutphen echt wil zien, dan doe je dat met een... Fluisterboot. Fluisterboot. En weet je hoeveel erin kunnen? En weet je hoeveel? 18 mensen. 18 personen kunnen er in die boot. In een fluisterboot. En wat gaan we doen? Je komt aan bij de Pelikaan, uiteraard. Kopje koffie, zou ik zeggen. He, dat is om 3:30. En je gaat eindigen met een ijsdessert en een kop koffie bij restaurant De Gracht. En dat is zo rond 9:00. Dus je bent maar liefst, wat is het, 5-6 uur onderweg in die fluisterboot. En wat ga je nou doen? Je gaat in Warnsveld een borreltje drinken. Je gaat in de achtertuin in Warnsveld een tocht tot de stuw maken, indien mogelijk. En we gaan vanaf het Witte Bruggetje naar de Pauw. En het hoofdgerecht, vlees of vis, mag nog steeds.
met een glas wijn, bier of lekker fris. Gaan we ook eten. En vanaf het Witte Bruggetje gaan we weer via de Grote Gracht door aankomst bij de steiger aan de Rijkenhaven. Nou, ik weet het niet. Jullie zitten te lachen. Dat betekent dat ik hier een eerste bot zie aan deze tafel. Nee, dat is erg mooi. Weet je waar ze om lachen, Wimar? Het is voor jou ongeveer een inburgeringscursus deze avond. Dus jij weet nu waar alles is in Zutphen. Ik vind het echt heel goed. Ik bied zelf 350 euro. 350 wie gaat er boven mij? 400. Wie durft? 400 euro is daar. Ik zeg 450. 450. 500. 550. Ik zoek 600 euro. 600 heb ik. 650. 700. 750. 800. 800. 850 zoek ik. 850 heb ik. 58, 900, 59, 1000 euro zoek ik. 1000 euro voor een schitterende fluisterboottrip hier op rechts. 1000 euro gaan we naar 1100 euro voor een luxe trip. 1100, 1200, 1200 heb ik. Voor maar liefst 18 personen, hè? 13. Je neemt je hele vriendenkring. Nee, 1200 daar achterin. 1300 euro zoek ik. Die heb ik. 14, 1400 euro, 15, 16. 1600 heb ik, 1700 euro. Show, die boot die zinkt half. Ja, dat gaat goed. 1700 zoek ik, 1700 euro. Voor een 1700 heb is ik. Daar. 1800, 1900, 2000 euro zoek ik. 2000 euro, schitterende fluisterboottrip. Uniek in Zutphen. En de kastanje is omgezaagd, dat gebeurt niet. Ja, met 2000 daar hebben we daar 2000 euro. 2200 zoek ik, 2200, waar? 2200 heb ik 2200 ook. 2400. 2400 heb ik hiervoor, 2600. 2600 heb ik, 2800 zoek ik. 2800 euro voor een fluisterboottrip. 18 personen, 18 personen delen door 18. En het is echt reuze, valt het mee. 2800 zoek ik, wie oh wie oh wie. Niemand meer dan 2600 euro. 26-1. Ze zitten daar in de vlucht. Zijn ze er? Zijn er. Waar zitten die fluisterboters? Daar, ja. Oh leuk. Zwaai maar eventjes. We hebben 2600 euro. Eenmaal. We hebben 2600 euro. Tweemaal. We hebben 2600 euro verkocht. Helemaal dankjewel. Supergoed. Mooi. En vergeet u bij het verlaten van de boot de kapitein niet. Zo, wat gaan we doen? We gaan verloten klimaatcomfort, een airco waar je mee kan koelen of verwarmen. Wat tegenwoordig heel erg interessant is. Ja. Een Haier Tundra, 2,5 kilowatt, inclusief standaard montage, ter waarde van 1795 euro. Maar. Binnen met een startbod van 800 euro. Wie biedt er 800 een euro? Super fijne airco verwarming. 800 hebben we. 900. Ik zoek 1000, heb ik. 1100. 1200 voor de airco, daar ben die paal. 1300 hier, 1400 hier. 1500 heb ik ook. 1600 daar. 1700 zoek ik. 1700 wordt superluxe. Heb ik hier voor aan. 1800. Die mevrouw die wil hem. Is het een mevrouw? Kan ik niet zien. Tegenlicht. Bent u een meneer? Ja, in ieder geval, 1900. Ja, nu 1900. Het is heel raar licht. 1800. Gewoon in 1900 geboden. 1800. 1900 waar? Daar in midden. Hier. 1900. Nee. Zoek 2000 euro. Top 2000. Wie of wie? Daar die meneer. 2200 zoek ik. 2200. Heb ik. 2400. Die heb ik ook. 2600. Daarom joh. 2800. Nou ineens niet. Zo 27, flauw. 2700. Ja. 2700. Kan ook nog. 27. Meet in the middle. Come on. 26,5. 26,5. Ja, heb ik. 27. Lekker. 2900. Wie durft? 2900, hij staat op 2800. Ik vind het wel een mooi bedrag. 2800, eenmaal. 2800, tweemaal. Nee, echt niet. Zullen we gewoon doen? 2800 verkocht. Hij is verkocht, supergoed. Top. Wauw. Duur dingetje. En dan met die stroomprijzen, jij durft. Maar ja. Een luxe overnachting in het Interhotel in het Utrecht, in het centrum in het, van Utrecht. Dat moet je echt heel duidelijk zeggen. Dat moet ik heel duidelijk zeggen. Overnachting centrum de Utrecht, dames en heren. Inclusief ontbijt in een wellnesskamer. Wauw. Beschikt over een privé sauna en een whirlpool. We beginnen bij 150 euro. 150 euro overnachting in Utrecht hebben. 200, 250, 300, 350, 400. Ik zoek 450. 450 heb ik. 500 heb ik ook. 550.
Nee, dat is een schijnbeweging. 5,50. Wie, oh, wie, oh, wie. Hartje Utrecht. Alleen parkeren is al duurder. 5,50 geboden links. 5,50. Links 5,50. Geboden. Wie, oh, wie, oh, wie. 600. 5,50 is geboden links. Waar heb je 5,50? Naast de... Daar. Ah, heerlijk. 600 zoek ik. 600 Hartje Utrecht. Daar, oh, daar, oh, daar, waar, oh, waar. Niemand 600 Utrecht. Jongens. 5,50. Nee, ik woon al half minuut. Nou, laat maar. 600. 600. 600. 600, geboden. 650, supergoed jongens. Ja. 700 zoek ik, daar hebben we het. 700. 750. Daar gaat je zakgeld. Ja, 750, geboden. 750 heb ik. 800, zoeken we. 800. 800, lekker naar Utrecht. 800. Hebben we 800? Nee, nee. Nee, 750, waar zit hij? Links nog. Zullen we hem doen? We doen hem. 7,50, waar zit hij? Even je hand omhoog, 7,50. Helemaal goed. Verkocht. Helemaal voor jou. Gefeliciteerd. Maar het leuke is, ik sta in directe verbinding met de eigenaar van het hotel. En als hij een beetje lekker verkocht, mochten we er gewoon nog één doen. Wil je nog een nachtje voor 800? Of niet? Wil je er twee? Voor 1600? Wie had 7,50? Ook 800? Ik versta er helemaal niks van, maar je geeft hem gewoon weg, je doet er nog één. Het zal wel, maar ik hoor je niet. Dus wacht even hoor, hij komt eraan. Hij is gelukkig nog sportief. Wat zei je allemaal? Ik geef ze allebei weg, 1600 voor het Sarkum. Mijn geluid is nu ook weg. Hij geeft ze alle twee weg aan het Sarkum. Oh, dat. Mooi. En hij koopt ze alle twee, dames en heren. Heel groot applaus. Supergoed. 1600 euro, meneer de notaris. Hoppakee. Hebben we nog iets? Ja, we hebben zeker nog iets. Dit schijnt heel leuk te zijn op de Nederlandse televisie. Ik zal het morgen beginnen met kijken. Oh, dear. Wat je kan doen? Je kan dit was het nieuws bijwonen. Wie biedt 1 euro? Ik zoek 1 euro. Nee. 1 euro geboden, 2 euro. 2,30. Vier personen, hè? En wat zeg je? Een meet and greet. Ja, na afloop, want voor die tijd heb ik geen tijd. Maar dat gaan we zeker doen. Doen we een leuk drankje. Kan je alle sterren ontmoeten. Ik weet niet wie er te gast zijn. Kan heel erg meevallen. Kan verschrikkelijk zijn. Misschien heb je Hiddema wel. Nou, whatever. Maar het is altijd heel erg leuk om bij te zijn. En het is serieus anders dan thuis voor de buis. Dus heb je zin, bied hem maar. Waar starten we mee? Belangrijk om te vermelden, het is op 29 maart. 29 dus maart. Moet wel kunnen. Het eerste bod heb ik binnen. 1000 euro, dames en heren. Is er al. Heerlijk. 1100 euro zoek ik. 1100 euro. Vier mensen, dit was het nieuws. 1100 binnen. 1200 heb ik. 1300. Hebben we ook 14. Hebben we 15. Ja, nou ben je dus in 15, 1600. Lekker. 17. Kan jou het schelen? Ik zou het gewoon doen. 17, 18. Hebben we ook. 2000 heb ik. Haha. 2500. 2500 heb ik ook. Die stop. 2500 euro. Wie meer dan 2500 euro voor een heerlijk avondje. Lachen op kosten van een ander. Zullen we gewoon doen? Ik vind het een wereldbod. 2500 euro, je hebt hem. Dankjewel. Zo. Jammer, jammer, jammer. Wil jij dan gewoon voor 7,50? Kom jij toch ook? Nee, dat is lullig. Dat doen we niet. Nee, mag niet. Zo. De ene let laatste. Op één na laatste. Een verrassingstafel. Daar ben ik gek op, verrassingen. Ja, een totale verrassing. Is. Dit is leuk. Wat zit erin? Wat zit erin? En het is niet lullig, want we beginnen op 500 euro. Verras jezelf. Ja. Zullen we hem doen? In het middel. Je hebt echt net heel veel geld uitgespaard. 500 euro hebben we. Hier ook je 500. 550, 600. Verrassingspakket. 650. 700. 750. 750. 800. 850. 850. 900. 59. 1000 euro zoek ik. 1000 hebben we. 1100 euro. Wie, oh, wie, oh, wie. Heb ik ook. 1200. 1200 euro. Wie? 1200. Verrassing. Kan van alles zijn, hè? Achterin, achterin. 400 blikken erwtensoep. Kan zomaar. Dus, rechts achterin. 1200. Bovenin, 1200. Ja. Mooi. 1300 zoek ik. Hiervoor. 1400. Lekker. 1400 euro. Ik zoek 1500. 1500 voor een schitterend verrassing. Achterin, helemaal rechts achterin. Helemaal achterin. Ik zie hem niet, maar het zal wel. Joho. Ja, daar. Ja. Ja, 1500 euro hebben we. 1600 zoek ik. 1600 voor een verrassingspakket.
kan er van Mo-fiets in zitten, je weet het niet. Of een tweedehands camper, kon er eens om. 1600 zoeken we, 1600, iemand. Lekker. 1600, 1700, achterin nog een keer. €1700, ja, hebben. €1800, ja, hebben we ook. Nee. €1900, ja, hebben we ook. €2000. Het zal toch gewoon een peper- en zoutstel zijn. Ja, je weet het niet. €2000 hebben we. €2100. €2100, wie? €2000, mooi bedrag. Zullen we hem doen? €2000? Niemand. Niemand meer dan €2000 voor dit schitterende verrassingspakket. Eenmaal, andermaal. Je hebt hem. Supergoed. Meneer notaris, kunt u al onthullen wat er in het verrassingspakket zit? Geen idee. Geen idee? Het blijft een verrassing. Wat bent u voor een notaris? Ja. Ook notarissen weten niet alles. Nee, maar nou ja, ik ben echt zo. Ik weet het ook niet, dus ik ben heel benieuwd. Wat zeg je? Een? Een peper- en zoutstel. Wel. Zit er ook een peper- en zoutstel in. Dus nou, wat wil je nog meer? Het komt allemaal goed. En dan zijn die een officiële klacht bij de nieuwe burgemeester, die we nu allemaal kennen. Dus dat kan ook. Zullen we de laatste doen? Ja, we gaan de laatste doen. We hebben nog een hele bijzondere, dames en heren. Een hele bijzondere. Maar kon alleen maar de podium op. Die kan zelf ook heel goed voetballen. Ik denk zelfs ook dat we bij Go Eagles groot voetballen. Applaus voor onze zin hebben. Stand-in. Hoe heet je? Stijn. Dames en heren, dit is Stijn. En u kunt nu bieden op een avondje Stijn. Ja. Ik bied. En dan moeten we natuurlijk even een paar vragen. Wat kun jij zoal, Stijn? Wat ik kan? Ja. Wat halen de mensen in huis? Met een avondje met mij? Ja. Ik denk dat we, als je bier lust, kunnen we denk ik best heel gezellig bier drinken. En een avondje in de stad kan ook denk ik best gezellig met mij worden, denk ik. Ja. Nou, nee, het gaat uiteindelijk om dit prachtige gesigneerde Go Ahead Eagles tenue. En dat is ooit nog gedragen in een wedstrijd tegen Frenkie de Jong. Oh ja, dat was het. Dus dat doet de waarde aanzienlijk stijgen. Ja. En ben jij een Go Ahead fan? Ja, half. Ik ben eigenlijk voor Vitesse. Maar Eagles vind ik ook wel. Jongen. Ja, ik ben eigenlijk voor Vitesse, maar nou ja. Weet je? Nou, oké. Okay. Maar het is wel schitterend. Wat formaat heb je? Ik heb, dit is M. Een M? Ja. Nou, je kan helemaal de blitz maken, je kan het inlijsten, je kan het net zo vaak wassen tot die lelijke handtekeningen eraf zijn. Wat je wil. Dus wat zullen we doen als bot? Nou, zeg jij maar, Stijn. Ja. Wat wil je ervoor hebben? Ja, ik weet niet of er Go Ahead fans in de zaal zijn. Anders dan als je van Pax Wolle zijn er Go Ahead fans in de zaal? Zijn er mensen van Go Ahead hier? Jongens, kom toch uit de regio hier? Ja, nou ja, maar je kan ook gewoon heel erg tegen Go Ahead zijn. Dan koop je het, verband. Maak je er een lelijke pop van. Verband. En die mishandel je in het stadion. Dat kan ook gewoon. Dus denk een beetje groot. Zullen we beginnen op €300? €300. Ja. Wie of wie? Voor, zeg je? Wel veel, hè? Is dat veel? Handtekeningen, de Ros. Het is maar Eagles. Ja, het is de Eagles. We beginnen op €30. €30. Heb ik een bot? €30. We gaan naar €60 voor een schitterend Go Ahead. Daar hebben we €60. Links achterin. €90 heb ik ook. €120. Daarboven, ja, €120. €150 heb ik. We gaan naar €200. Go Ahead heb ik ook. €250. Dit is het schitterend tenue. En Stijn heeft er daar nog. €250 heb ik ook. €300. Zie je, kun je dat? Ik begon met €300. Kom op nou. €300. Ja, oh, mooi. Zet er weer een man voor. €300 hebben we ook. €350. €350. Jongens, come on. Stijn, zeg jij nou eens wat? Nou, ik vind €350 aardig wat wel. Maar dat hebben we nog niet. Dat hebben we ook. €400. Goed zo, Stijn. Kom op. Gaat. Zeg nog eens wat leuks. Ik weet niks leuks. Wat voor type mens val je? Ik val op dames, val ik. En dan leuke dames wel. Leuke dames, ja. Helpt dat nog? Leuke dames. €450 zoeken we. Wat is je lievelingsboek? €450. Iemand €450. Ja, hier. €500 zoeken we. Het gaat goed, man. €500 zoeken we. €500 voor een schitterend gesigneerd Go Ahead Eagles tenue. Eenmaal. Ander, ja, hebben we. €500. €550. €600. Niet zeuren. Zoiets leuks heb je gewoon niet. Moet je kijken wat je nu aan hebt. Kom op. Dus, €600. Ja hoor. €650. €700. Jezus, Adam. €700. Ja, heb ik ook. €750. Ja hoor. €800. Oh, dan kan je niet meer opgeven. Hè? Nee, daar ben je het mannetje niet naar. €800. Kom maar. Zeg het dan maar gewoon. €800 heb ik ook. €850. €850. Ja. €900. €1000 heb je. €1000. Eenmaal. Alle,
Ben je er nog heel erg overheen? Nee. Hij is verkocht daar met duizend. Stijn, wat zeg je dan? Nou, hartstikke bedankt, Patrick. Ja, bedankt. Super gaaf, dankjewel, jongen. Gaaf. Wauw. Woe! Zo. Mijn stem ligt er bijna aan. Dit was het laatste item, dames en heren. We zien nu... Er is nog weer iets telefonisch binnengekomen, dat is ook weer leuk. Let op. €500 van de juniorkamer. Wauw, dat is ook gaaf. Prachtig. We weten niet wat het is, maar het is wel gaaf. Ik ken niemand in de juniorkamer, maar dat doet er niet toe. Het is gewoon keiharde cash. Oh, zie jij de juniorkamer? Oh, wat wil je zeggen? Het is niet te verstaan hier. Oh, nog, van de nog een keer €500? Ik kom naar je toe, dit gaat toch nergens meer over. De Katrien Kel in mij wordt wakker. Ik kom naar je toe. Dat is ook een grap voor mensen van boven de 70. Maar... Zo. Wiep. Dit is toch niet te doen hier. Deze is een hele leuke deal. Hebben we al super goed geboden, mannen en dames. De kinderopvang, die is er niet uitgegaan. Ja. Die neem ik voor €500. Dan heb je toch gewoon echt 1250 winst. Heb je wel kinderen? Hoppakee, drie stuks. Drie stuks, nee, je bent een wijs man. Heerlijk. Meneer de notaris, mag dat nog? Ja, hè? De kinderopvang, €500. Ka-tjeng. Hoppakee, superfijn. Mooi, dankjewel. Mede namens je kinderen, wat een keer niet bij jou zijn, lijkt me ook een enorme opsteker. Dus, fijn. Nou, dan zijn we door het eindbedrag heen. En er wordt nu geteld. En zodra de notaris... weet wat de eindstand is, weet je dat al? Dan wordt er langzaam een cheque geschreven. En dan zou ik Patrick weer naar voren willen vragen. Patrick, kom erbij. Want jij gaat de cheque aanbieden aan Jamil Oskan. Is hij ook al ergens in de buurt? Jamil, waar ben je? Kom je deze kant op? Zo. Want we gaan een officieel voorlopig eindbedrag bekendmaken, dames en heren. En ik heb werkelijk... Heeft iemand stiekem bijgehouden? Ik heb werkelijk geen flauw idee wat het al met al geworden is. Wat zit je allemaal te smiesbelen? Het is echt verschrikkelijk onprofessioneel. Op een podium ontstaan hele subgemeenschappen hier. Hou ik helemaal niet van. Dus zo. Moet jij ook nog iets doen, meneer de burgemeester? Nee. Nou, wat doe je hier dan? Ja. Ik vind dat je wel eventjes... Nou, we toch aan het tellen zijn. Ja. Er zijn hier een aantal mensen van de voetbalclub en de gemeente... Ja. Die in 7 dagen tijd dit evenement vanavond hier uit de grond gestampt hebben. Daar wil ik een applaus voor. Ja. Nou... Mijn hele officiële einde naar de haaien, maar vooruit, dankjewel. Bedank je ze straks nog een keer, kan schelen. Ja, mooi. Ga even, Jamil. Hi. Fijn dat je er bent. Hi. Zo, kom staan, want dit is echt het... Kom eens naar voren, jongens, dan staan we in het donker. Dit is echt het officiële moment. Heb je al iets van een bedrag, Patrick? Ja. Die komt stiekem nu aan, niet kijken. Niets. En... ik kijk ook maar niet, want het is vast heel erg. Ja, wil je nog iets inleiden, Patrick? Wil je hem zelf houden? Ja, vind je fijn, hè? Ja. Ja. ja, ik heb even gespiekt, maar... ik zal het niet te lang maken. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor jullie aanwezigheid hier vandaag. Voor jullie steun aan deze actie. Mm. Aan de regio Hatay. Aan de familiekeuze. Ja. En... ik heb hier een bedrag in de hand. Het is ongelofelijk. Die ga ik nu aanbieden aan Jamil. Ik wil erbij zeggen, we hebben een stichting opgericht. En daar gaan alle centen naartoe. En dat wordt beheerd door de stichting. En komt allemaal goed terecht. En dan komt het allemaal goed terecht. Ja. Ik ben ontzettend trots op iedereen hier. Op de vereniging, op... de gemeente en alle inwoners. Jamil. Hierbij een cheque van... €172.000. Wauw. Jeetje. Zo.
Ja. Ja. Is wat. Hè? Nou, jeetje. Ja, ik hou hem wel. Kan jij rustig naar? Mag ook als je wil, ja. Ik wil, weet je, ik weet eigenlijk niet wat ik wil. Maar ik wil jullie allemaal, echt, alle, ik wil de gemeente, AZC, alle vrijwilligers. We zijn echt de afgelopen twee weken echt door een hel gegaan. Weet je... We hebben nog hoop, eigenlijk, voor Sal. Ik probeer er voor mijn familie te zijn. Het is zwaar. Ik wil gewoon echt iedereen bedanken. Het is super hartverwarmend. Jullie weten echt niet wat dit doet. Dit doet echt super, super veel. Heel erg veel. Ik wil gewoon iedereen bedanken. Ik wil iedereen bedanken. Fatos Moerad. Die zijn er ook vanaf het begin bij geweest. Iedereen daar. Mijn familie daar. Echt, ik hou van jullie allemaal. Ik zal er altijd zijn. Altijd. Ik weet niet of ik wat mis. Ik heb geen flauw idee. Nee joh, dat maakt niet uit. Het is echt hartverwarmend, fantastisch. En inderdaad, stichting opgezet. Dit is onze foto. Ik sta daar die wat dikkere jongen achterin. Canon daarvoor. Zutphenhelpthattai.nl. Dank jullie wel. En een fijne avond. Ja. Zo, we zijn er nog niet hoor. Even staande ovatie van iedereen. Geweldig. Dank jullie wel. Ja, we zijn er nog niet. Want wou je nog iets zeggen, Patrick? Ja. Wat wou jij zeggen? Het laatste woord zo dadelijk. Nee, dat is voor mij. Maar, dat, is, dat mag. We hebben nog een paar dingen, hè? Dus ik wil eigenlijk gewoon eerst nog even Jan erbij vragen. Zullen we dat eerst doen? Ja. Jan, kom er even bij van de kiloknallers. Ben je er al? Ja. Van de pindaklappers. Zei ik. Jij wou iets speciaals doen. Nou, ik wou niet echt heel iets speciaals doen. Ik denk dat we hier toch met z'n allen voor elkaar hebben gekregen. Ja. Dat is heel speciaal. En ik wou niet heel iets speciaals doen. Wat ik wel wilde doen is in ieder geval met alle vrijwilligers die hier zijn... ons clubje doen. Doe. Ja. Even aan de kant. En natuurlijk ook, zijn we hier met meerdere voetbalverenigingen. En heel Zutphen zit hier eigenlijk. Maar heel erg bedankt dat jullie er zijn. Vanaf begin af aan veel steun gekregen van iedereen. En iedereen die het kent, zingen we gewoon mee. Slaan we ze. Blauw en wit, dat zijn de kleuren van een club hier wel bekend. Bij de sportgebeuren is deze club present. Wie geeft ons zoveel vreugde? Met wie leven wij zo mee? Dat is toch hier in Zutphen, de voetbalvereniging AZC. Vooruit gij AZC'ers, pak de samen aan. Ik hoor jullie niet. Zorg ervoor dat gij dit jaar een plaats krijgt bovenaan. Blijf je krachten geven, zodat gij dit seizoen
Wij zullen juichen, AZC is kampioen. Superman, hè? Maar volgens mij kan het allemaal veel harder. Gaan we nog een keer doen. Vooruit gij AZC'ers, pak de samen aan. Zorg ervoor dat gij dit jaar een plaats krijgt bovenaan. Blijf uw krachten geven, voordat gij dit seizoen. Wij zullen juichen, AZC wordt kampioen. En op het hoekje van de laan zie je met grote letters staan. AZC staat bovenaan. Vooruit gij AZC'ers, pak de samen aan. Zorg ervoor dat jij hier staat. Klaas krijgt bovenaan. Zodat ge dit seizoen. Wij zullen juichen, AZC wordt kampioen. Dank jullie allemaal. Super bedankt. Zo, bedankt. Zo, afgezien van alle mensen... binnen onze vereniging, hier staan er een aantal en we hebben er heel veel hier zien lopen. Zijn er ook wel mensen buiten de vereniging geweest die toch echt, waar we echt veel dank aan verschuldigd zijn. Dat zijn, en die wil ik graag heel even naar voren hebben, Rick ten Barge, Wilco de Jong, burgemeester Wima Jeger, Jesse de Wild, Sterrenkoning, Piotr, Harm Edens, maar die staat er gelukkig al. En last but not least... Oh, sorry. Job Heijnen. En dan last but not least, Vera dos Santos. Ja. Zou ik jullie heel even naar voren mogen hebben? Nou, krijgen we toch nog een volstrekt rommelig einde, maar dat geeft niet. Dus, ja. Job. Hop, maar even. Daar. Tot op alfabetische volgorde uitgereikt. Laten we maar gewoon... We gaan dat gewoon zo doen. Precies. Jota, dankjewel. Geef die mensen een ontzettend bloemetje. Bedankt. Job, ontzettend bedankt. Ja. Yes, sir. Dankjewel. Yes. Waar zijn de andere bloemen? Duurt even, maar dan heb je ook wat. Dus, Komen eraan. Bij Joop van den Ende lag je er nu uit, hoor, Patrick, maar... Nee, die ambitie heb ik ook niet. Gelukkig. Sorry, ja, ik denk... Hè? Ja, dankjewel. Ja, Wima. Dankjewel. Dankjewel. Sterren? Is naar huis? Ja, die is te jong nog. Dus Oké. Harm? Ja, ja. Dankjewel. Mijn plezier. Dank. Wilco? En tenslotte, dank aan de Hanshof en de Buitensoos voor Vera, deze... Hou jij zelf een bloemetje op de markt zaterdag? Medewerking. Heb je maar ze wil niet komen. Maar. Dan Harm, ja, ik ga dankjewel. Dankjewel, Patrick. Ik ga hem officieel afsluiten, dames en heren. Want ja, zo'n clublied, ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar dat hakt er bij mij nou in. Hè? Zo, ik heb ook heel veel gesport in mijn leven. Dat, komt niet meer goed. Ik moet ook even het nodig aan een borrel, maar... Ik ga nog een paar mensen, de sponsoren van de tafels, dank jullie wel. De hele organisatie daarachter, alle vrijwilligers van de Hanshof. Iedereen die vanavond mede mogelijk heeft gemaakt. Eigenlijk allemaal voor jullie zijn deze bloemen ook. En ik zou als laatste willen zeggen tegen jullie. We zagen net de beelden uit Hatay. Om dat daar op te bouwen, dat gaat heel erg veel jaren duren. Maar al het leed wat daar is, dat duurt nog heel veel jaren langer. Daar zit echt geen einddatum aan. Dus blijf elkaar via hier daar steunen. Maar blijf elkaar ook hier in Zutphen steunen. Let goed op elkaar. Luister naar elkaar. En help elkaar. Dank jullie wel.